dat die wetenschap als methode gekanteld is naar wetenschap als ideologie. En namelijk een soort geloof dat de ratio ons alles zou brengen. Zodra men uitgaat van de veronderstelling dat, dat men volledig rationeel kan begrijpen, gaat men eigenlijk iets miskennen. Men gaat miskennen dat er een subjectieve component zit in het begrijpen. De jaren voor de uitbraak van de coronacrisis was de maatschappij aan het wegleiden in een enorm problematische psychische toestand. Wat in onze cultuur van de laatste eeuwen zorgt ervoor dat de mens, dat het fenomeen massavorming versterkt en dat er dus steeds meer onbestemde angst, onbehagen, gebrek aan zinverlening en gebrek aan sociale band komt. De waarheid is iets moeilijks en iets ongrijpbaars. Eigenlijk vereist het spreken van de waarheid altijd opnieuw de moed om datgene te durven uitspreken dat niemand anders wil uitspreken en dat miskend wordt. Ego heeft inderdaad twee zeer problematische effecten. Het vervreemdt ons van onszelf en van de ander, vreemd genoeg. We zijn meest onszelf op het moment dat we meest in harmonie zijn met datgene dat we niet begrijpen aan onszelf. Welkom, lieve vrienden. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. En voor ik ga beginnen aan mijn introductie en aan uitleggen voor de Spotify-luisteraars op wat voor prachtige plek wij terecht zijn gekomen, wil ik jullie graag even wijzen op het volgende. Wij reizen heel Europa door. Wij proberen zo goed mogelijke content te maken. De content is gratis. Willen jullie dat die gratis blijft? En vinden jullie tof wat ik maak, wat wij maken? Ga dan naar mijn website www.jornluca.com en doneer daar. En zorg dat de movement groeit en dat we verder toffe dingen kunnen doen. Zit je op YouTube te kijken, abonneer je ook even op mijn kanaal. Like de video, deel de video met je vrienden en op je social als je het tof vond. Want ik zit vandaag met een enorm interessante gast, zoals jullie waarschijnlijk in de titel hebben kunnen lezen. We zitten in België, in een, wat ik net al zei, een hele mooie omgeving. Prachtig huis in de buurt van Gent. De schapen staan in de wei, de kippen staan in de wei. En we zitten met professor Matthias de Smet. En hij is professor klinische psychologie aan de Universiteit van Gent. Een professor die al een tijdje zich durft uit te spreken. De andere kant eigenlijk van de coronamedaille durft te laten zien. Daar veel door in de media komt. Heeft veel onwijs goede interviews gehad. En ik ben enorm dankbaar dat we door hem zijn uitgenodigd in zijn prachtige stulpje in de buurt van Gent. Dus ik kijk enorm uit naar dit gesprek. Matthias, dank je wel voor de uitnodiging, man. Graag gedaan. Ja. Het is als gezegd, ik vind dat je hier prachtig woont. Het is al haast zelfvoorzienend, zou ik wel bijna willen zeggen. Ja, ik weet niet voor hoeveel procent ik op dit moment zelfvoorzienend ben, maar toch een klein beetje, ja. Ik heb een redelijk grote moestuin en wat eigen dieren. Kippen, zoals je daarnet al zei. Kippen. Schapen. Ja, heerlijk. Enfin, ja. Ja. En we zitten aan je tafel met een heerlijk glas rode wijn en een thee, waar je volgens mij weer ook expert in bent, naast dat je professor bent aan de Universiteit van Gent. Ik heb hem nog niet geproefd, dus ik ben er benieuwd naar. Ik ben al lang bezig met het proeven van thee en wijn. En op vlak van thee heb ik inderdaad een bepaalde graad behaald. Ik mag mezelf theesommelier noemen. Kijk. Ja. Maar dat is voor mij open thee en wijn ook, bij uitbreiding. Maar misschien nog meer thee. De deur naar een ander universum. Het universum van smaken en geuren. Die gecultiveerd wordt in de thee-traditie. Ja. Even weg van alle ratio eigenlijk, zoals het klinkt. Zoals je in de geuren en... Dat is moeilijk om uit te leggen, hè. Wat iets als thee en geuren met u doen. Voor thee bestaat ook, dat is zeer opvallend, hè. Er bestaat geen origineel concepten of termenpalet voor thee. Dus alle termen waarmee je geuren beschrijft, zijn eigenlijk ontleend aan de smaken, aan het discours over smaken. Mm. Ja. Geur is iets zeer ongrijpbaars en is ook de zintuigelijke modus die het diepst ingegraveerd zit in de subjectieve ervaring.
Het ruiken van een geur kan je op de meest levendige manier terugverplaatsen naar een ervaring die je vroeger hebt gehad. Een herinnering of zo, ja. Bijvoorbeeld een herinnering en de manier waarop je een bepaalde situatie hebt ervaren. Ja. 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 Ja, interessant. Er zijn nog zoveel dingen die we eigenlijk niet weten. Of denk, we denken altijd heel slim, soort van in rationeel alles plat te kunnen slaan en van alle, op alles wel een antwoord te hebben en alles wel bedacht te hebben in ons hoofd. Maar ik heb het gevoel, en dan heb je het al gevoel, dat we zoveel dingen eigenlijk nog niet weten en ook niet bij kunnen komen met onze ratio, met onze knappe koppen allemaal. Ja, inderdaad. Dat is misschien wel het kernprobleem en de kernuitdaging die zich nu zeer duidelijk aftekent in deze crisis. Dat is ons kunnen bevrijden van de illusie dat we met ons verstand de essentie van de wereld en de dingen zouden kunnen vatten. Eigenlijk heeft gans de wetenschap van de 20e eeuw en zelfs daarvoor al, van de 19e en de 20e eeuw, de grote wetenschappers hebben ons eigenlijk allemaal al getoond dat ons verstand niet in staat is om de essentie van de dingen te vatten en ook nooit kan in staat zijn. Heisenberg bijvoorbeeld, de Nobelprijswinnaar, de fysicus en de auteur of degene die het onzekerheidsprincipe geformuleerd heeft, zei letterlijk, het is geen kwestie dat we het nu nog niet weten, het is een kwestie dat we het nooit kunnen weten. Dat is wat ik aangetoond heb. Dus dat is een soort paradox. Je kan op een rationeel, logische manier aantonen dat de essentie van de dingen allogisch en irrationeel is. Ja, dat is een soort paradox. Hè. Maar zoals Niels Bohr zei, elke voldragen wetenschap mondt uit in paradoxen. Dus, het is een ordinaire waarheid, zei je, waarvan het tegenovergestelde niet waar is. Elke verheven waarheid, van elke verheven waarheid is het tegenovergestelde even waar, zei Niels Bohr. En inderdaad, dat brengt ons denk ik wel bij, op een bepaalde manier, direct van in het begin bij de essentie van de zaak, het kunnen aanvaarden dat ons verstand en ons denken de essentie van de dingen niet kan vatten, van het leven niet kan vatten. En daar mee leren leven en daar een oplossing voor vinden. Dat is denk ik de werkelijke weg die we nu moeten afleggen. Ja. Dus de wetenschap heeft dat prachtig aangetoond. En dus, ik denk dat de wiskundigen de eersten waren. Janos Bolyai, Gauss, die de grondleggers waren van de niet-Euclidische meetkunde, hebben aangetoond dat er niet één wiskunde bestaat, niet één logica, maar dat er oneindig velen bestaan. Zij hebben ons van die illusie bevrijd. Dan had je Einstein en de relativiteitstheorie, de kwantumfysica, die toonden dat eigenlijk de materiële wereld, atomaire deeltjes, zich niet logisch gedragen. Aan Niels Bohr hebben we de prachtige uitspraak te danken. When it comes to atoms, language can only be used as poetry. En als het op atomen aankomt, kan je de taal enkel als poëzie gebruiken. Hij meende dat letterlijk. Dus met poëzie heb je meer greep op het gedrag van atomen dan met logica. Je kan zelfs tonen dat ze zich intrinsiek allogisch gedragen. En daarna had je, wat voor mij de belangrijkste stap is geweest, de complexe en dynamische systeemtheorie, waar men eigenlijk toonde dat fenomenen die zich in de gewone dimensies van het leven bevinden, dat die eigenlijk intrinsiek irrationeel zijn en compleet onvoorspelbaar onder bepaalde omstandigheden. Het voordeel daarvan is, bij de kwantummechanica werd dat ontdekt en gezegd door grote wetenschappers die toegang hadden tot observaties waar wij geen toegang toe hadden. Die fenomenen spelen zich af in dimensies waar wij geen toegang toe hebben. Maar de fenomenen waarover de complexe en dynamische systeemtheorie spreekt, die kunnen we allemaal dagelijks observeren. Het gaat over het druppelen van kranen, het gaat over convectiepatronen in een pan met kokend water. Het gaat over het bewegingen van bepaalde mechanische toestellen.
Dus als we willen, kunnen we die allemaal direct observeren en ons ervan vergewissen dat het klopt wat ze zeggen. En dat is toch wel een enorme meerwaarde, vind ik, vergeleken met iets als kwantummechanica. En het is zo mooi aangetoond. Hè. Dus het is zo mooi aangetoond dat in die complexe en dynamische systeemtheorie, dat we de idee van zowel rationeel begrip als mechanistische controle van het leven, van de natuur, moeten opgeven. Hè. Dat de natuur zich voor eeuwig aan ons verstand gaat onttrekken, dat de dingen voor eeuwig voor ons verstand onvatbaar zullen blijven en dat hoe meer en hoe geforceerder we proberen om onze omgeving te controleren, onze natuurlijke omgeving in het bijzonder misschien, maar ook onze sociale omgeving te controleren, hoe meer we de greep erover zullen verliezen en hoe groter de omgeving zich als een chaos zal aandienen voor ons. En ik denk eigenlijk dat we daarmee ook op een direct invoelbare manier al een stukje bij deze crisis aanbeland zijn, waar we ook zien dat de pogingen om een aantal zaken te controleren, bijvoorbeeld de verspreiding van of het verloop van een pandemie, hoe meer en hoe hardnekkiger we proberen om controle te krijgen over zowel de biologische kant van de zaak als de sociale kant van de zaak, hoe meer we zien dat we in een soort mentale chaos aan het vervallen zijn, waarin niemand nog weet hoe de zaken in elkaar zitten, waarin we qua regelgeving in absolute absurditeit aan het belanden zijn, waarin regels elkaar voortdurend tegenspreken, waarin cijfers keer op keer hoogst onbetrouwbaar en onjuist blijken te zijn. Ik denk dat dat eigenlijk allemaal kan gezien worden, zeer terecht, als een gevolg van het bezwijken aan de illusie dat de kennis en het weten in de mens zelf aanwezig is. In het menselijke verstand. In het niet erkennen van de limieten van ons menselijke verstand en van onze eigen ratio. Maar dat is eigenlijk grappig, hè? Want je want wat je nu zo omschrijft, en ik voel hem enorm, maar per saldo is eigenlijk nu exact het tegenovergestelde aan het ontstaan. Waar wetenschappers hameren op dat hetgeen wat zij zeggen klopt en dat er maar één absolute waarheid is en dat is een bepaald narratief wat gevoed wordt en waar wetenschappers boos worden als je, en ik zeg nu wetenschappers, maar het zouden ook journalisten of überhaupt zelfs gewoon mensen kunnen zijn, zeg maar, dat op het moment dat je daarvan afwijkt, dat je terug wordt getrokken en dat er maar één absolute waarheid bestaat en dat is wat er geleerd wordt en dat moet dan de waarheid zijn, terwijl eigenlijk als ik jou zo net hoor praten, is het precies het tegenovergestelde daarvan waar. Ja, je kan wetenschap, er zijn twee grote visies op wetenschap, denk ik. En de eerste visie bestaat eruit dat wetenschap tot steeds meer weten en steeds meer zekerheid leidt. En in de tweede visie is het zo dat wetenschap tot een steeds groter, duidelijker en helderder besef leidt dat we niets weten. Dat logica maar een heel klein deeltje van het leven is. Dat logica maar op een heel klein deel van de fenomenen van de werkelijkheid greep heeft. Dat zijn twee verschillende visies op wetenschap, denk ik. Ik hang hoofdzakelijk de tweede visie aan. Eigenlijk zie je dat wetenschap, zowel in zijn ontstaan als in zijn bestemming, veel schatplichtiger is aan niet weten dan aan weten. En je ziet dat elke nieuwe ontdekking, elke nieuwe wetenschappelijke ontdekking, eigenlijk vertrok uit de moed om niet te weten. De moed om nieuwsgierig te zijn, om te zeggen van ik weet iets niet en daarom moet ik mij openstellen, moet ik mij laten onderwijzen door het fenomeen waarin ik geïnteresseerd ben, door het fenomeen dat mij fascineert.
En het is pas vanuit een dergelijke vermogen om toe te geven dat je niet weet, dat er een soort nieuw weten kan ontstaan. Je ziet dat in het begin van de wetenschappen, toen iedereen er voetstoots van uitging dat de aarde plat was, dat er bepaalde mensen waren die de veronderstelling durfden een kans geven dat het niet zo zou zijn. Dat dat niet zo zeker was en dat ze misschien rond was en die daar moeite deden om vanuit dat, die twijfel zich open te stellen voor andere aspecten en dimensies van het fenomeen waarin men geïnteresseerd was. Dus je ziet dat in het begin, zonder dat je het vermogen hebt om te twijfelen en dus om het vermogen tot onzekerheid, kan je niet tot een nieuw weten komen. Je ziet dat eigenlijk ook niet alleen, dus dat is het vertrekpunt, maar ook het eindpunt is van de wetenschappen. Ik denk dat de wetenschap ongeveer als richtinggevend principe van de mensheid ongeveer zijn tijd gehad heeft, eerlijk gezegd. Ik denk dat het toppunt bereikt werd in de 20e eeuw, einde van de 20e eeuw. Niet dat de wetenschap daarmee afgeschreven is, totaal niet, maar het toppunt in de 20e eeuw is geweest waar steeds duidelijker werd, waar wetenschap op een steeds helderder en overtuigender manier zijn eigen limieten in kaart bracht en waar steeds duidelijker getoond werd dat je niet alles kan begrijpen. Dus ja, ik denk dat ik kan dat heel technisch uitleggen. Ik ga dat zeker niet uitgebreid doen, maar je ziet dat bijvoorbeeld dat de meeste complexe en dynamische systemen gedetermineerd worden door iteratieve differentiaalvergelijkingen die nooit stabiele oplossingen genereren. Dat wil zeggen, die eigenlijk tonen dat de dynamieken van een bepaald fenomeen, bijvoorbeeld turbulentie, maar ook marktdynamieken, ook heel wat psychologische kenmerken en zo. En er zijn, en de natuur zit vol met complexe en dynamische systemen. Dus eigenlijk kan je mathematisch aantonen dat daar werkelijk geen enkel patroon in zit. Dat onder bepaalde omstandigheden, als die systemen in een chaotische fase gaan, dat ze voortdurend zich op een nieuwe manier gedragen. En dat je dus geen enkele mogelijkheid hebt om te voorspellen hoe ze zich in de toekomst, of hoe ze zullen evolueren. Dat is één voorbeeld van hoe de wetenschap toont dat onze ratio compleet tekortschiet om de werkelijkheid te controleren. En zelfs met de formules in de hand, de formules die bijvoorbeeld turbulentie bepalen en determineren, kan je geen seconde op voorhand voorspellen hoe een turbulentiepatroon zich zal gedragen. En dus met andere woorden, men noemt dat in de systeemtheorie het kenmerk van de deterministische onvoorspelbaarheid. Dus iets wordt strikt bepaald op een mathematische manier, maar dat neemt niet weg dat je het op geen enkele manier kan, dat je op geen enkele manier kan voorspellen hoe datgene waarover het gaat zich zal gedragen. Mm. Dus op die manier heeft men in de complexe en dynamische systeemtheorie elke illusie van controleerbaarheid van de dingen losgelaten. Van daaruit, als je beseft dat je verstand altijd zal tekortschieten om de wereld te begrijpen, moet je op zoek gaan, denk ik. Ik denk ten eerste, verandert dat alles. Dat verandert uw manier van in de wereld staan. En ik heb dat zelf enorm aangevoeld. Ik ben eigenlijk iemand die van nature enorm geneigd is om te proberen logisch te begrijpen. Ik heb daar enorm veel moeite voor gedaan in mijn leven, om eigenlijk hardnekkig van de dingen waarmee ik mij bezig hield te proberen de logische, een logisch begrip erover te verwerven. En voor mij was het eigenlijk echt op een bepaalde manier een bevrijding toen ik in de complexe en dynamische systeemtheorie zwart op wit vond en volledig logisch kon begrijpen dat de wereld niet te begrijpen valt. Dat was echt een bevrijding. En ik herinner mij dat, van dat ik
langzaam, op een andere manier, naar de natuurband te kijken en ook naar andere mensen. En van zodra je eigenlijk echt beseft, niet alleen weet, maar ook echt beseft dat je fundamenteel onvermogend bent om wat je ziet en wat je ervaart logisch te begrijpen, dat wil zeggen, te herleiden tot de categorieën van je eigen denken, van zodra je dat echt beseft, ben je op een andere manier je te verhouden tot die dingen. Je bent dus te begrijpen dat er iets in de wereld, iets in andere mensen aanwezig is, dat echt anders is dan jezelf. En je bent te begrijpen dat de enige manier om ermee in contact te komen, dat is door u ervoor open te stellen en ruimte te laten voor het andere in de wereld, voor het andere in de andere mens. En dat je niet primair moet proberen om wat je hoort van wat een ander mens vertelt, wat je hoort in wat een ander mens vertelt of wat je ziet, om dat te gaan herleiden tot je eigen denken. Want dat is wat we altijd geneigd zijn om, of van, ja, wat een wetenschappelijk ingesteld mens snel geneigd is om te doen. Van, je ziet een plant en hij denkt in termen van fotosynthese, in termen van biologische processen, mechanistische processen. En eigenlijk is hij op voorhand overtuigd dat die plant te herleiden valt tot een theorie. En op die manier wist hij alles uit in die plant dat werkelijk origineel is en dat hem iets nieuws zou kunnen tonen. En als je daarentegen opstelt als vanuit de, of vertrekt vanuit de veronderstelling dat iets in die plant altijd een mysterie zal blijven, iets wat je niet kan begrijpen, en dat dus gewoon het enige wat je kan doen met verwondering kijken is naar die plant en haar toelaten zoals ze is in al haar onbegrijpelijkheid, dat leidt volgens mij tot een volledig andere manier van je verhouden tot de wereld en tot de mensen. Tot een manier die veel respectvoller is. Die veel meer beseft van het andere is anders, zal altijd anders blijven en daarom moet ik het laten bestaan. Ik mag mezelf niet opdringen aan de wereld en aan de mensen. Ik moet ruimte laten voor het andere. En dat is werkelijk voor mij is iets dat een soort overgang die nooit voltooid is, denk ik. En ik denk dat ik regelmatig daar stappen in vooruit zet en ik hoop dat ik er nog veel vooruit mag zetten daarin. Voor mij ligt iets van de essentie van het menselijke wezen en het vermogen om de limieten van zijn eigen verstand te erkennen. En iets van de revolutie die in gang gezet is door de grote wetenschappers, onder andere, bestaat precies daaruit dat men op een voorheen ongeziene manier heeft die grens van het menselijke verstand heeft in kaart gebracht en ons getoond heeft dat die grens onophefbaar is. Dat ons verstand nooit een leidinggevend principe kan zijn. En daarmee eigenlijk, denk ik, heeft de wetenschap ons gebracht naar het besef dat we een andere vorm van kennen en van weten moeten zoeken en moeten toelaten, ruimte moeten laten voor een andere vorm van kennen dan de wetenschappelijke, dan de rationele. Een vorm van kennen die bijvoorbeeld in de kunst ook de schilder die naar een omgeving kijkt en die probeert vast te leggen op een doek, heeft uitdrukking aan een bepaalde vorm van kennen van de wereld, van een bepaalde vorm van kennen van het object waar hij mee bezig is. Maar het is geen rationeel logische manier van kennen. Het is iets anders. En ook religie houdt zich bezig met een bepaalde vorm van kennen van het bestaan. Maar ook dat is geen rationeel logische manier van kennen. Zowel kunst als religie, denk ik,
leggen in essentie het weten en het kennen buiten zichzelf. Kunst ontvangt kennis en weten als een vorm van inspiratie, zegt men wel eens. Men wordt geïnspireerd en op die manier is men in staat om iets nieuws te produceren, te creëren. En bij religie wordt er iets gereveleerd, hè, door een instantie buiten zichzelf, door een goddelijke instantie, een of andere universele kracht. Ik denk dat we een periode hebben meegemaakt dat wetenschap geloofde dat de mens zelf, vanuit zijn verstand, zelf tot kennis kon komen. En ik denk dat al een ruime eeuw de wetenschap die stelling aan het verlaten is en ons toont dat inderdaad de logica en de ratio ons wel tot iets kunnen leiden. Hè, dus we kunnen er iets mee bereiken. Maar het heeft zijn limieten. We kunnen nooit voorbij een bepaalde grens geraken. Nee. Ik vind het heel mooi dat je het zegt. Voor mij is het ook treffend. Je kan pas ergens komen als je... En dit is echt een thema van mij van de afgelopen weken. Dus het is heel grappig dat dit nu zo weer bij elkaar komt. Maar dat je kan pas ergens komen. Je kan pas echt erachter komen hoe de wereld in elkaar steekt. Dat is dan het thema waar ik me dan veel mee bezig hou. Is als je echt alles durft los te laten. Als je echt, zeg maar, je ratio en alles durft opzij durft te zetten. En je omschrijft het heel erg mooi. Maar eigenlijk is één woord, of twee woorden, wat ik dan mis in dat verhaal, is gevoel en intuïtie. Want dat is waar het bij mij vaak op soort van terugkomt, alles. Dus je kan alles in je hoofd platslaan, maar je neemt de verkeerde besluiten als je het alleen maar op ratio doet en dan wat er in je hoofd ontstaat. Terwijl als je durft toe te geven dat er meer achter zit en dat je als mens veel meer toe in staat bent dan hetgeen wat ons eigenlijk geleerd wordt. Dat je dus van je eigen gevoel mag uitgaan en je intuïtie op het moment dat je jezelf leert kennen. Daar zijn natuurlijk wel wat voorwaarden aan vooraf. Hè, dat je jezelf durft los te rukken van bepaalde dingen die je denkt te weten of bepaalde kaders waarin je geleerd is om te denken. Als je dat durft weg te strippen, dan blijft er gevoel en intuïtie uiteindelijk over. En ik geloof dat dat zoveel sterker is. En dat we dat krijgen we ons niet geleerd eigenlijk. We worden altijd geleerd om leer naar de wetenschappers. Luister naar de wetenschappers en leer wat zij jou vertellen. Ook al zegt iedereen dezelfde bullshit, bewezen bullshit, weet je wel. Luister daarna en doe daarmee wat je... Ja, handel daarna, maar... Als je dat nou eens durft los te laten, en dan maakt niet uit hoe raar de verhalen zijn of hoe gek het in jouw oren klinkt. Maar als je dat echt durft te bekijken en voor je gevoel uitgaat, denk ik dat je veel verder uitkomt dan waar we nu in terechtkomen. En je ziet wat er gebeurt als we ons laten leiden door de wetenschap. Dan komen we in een soort van halve klimaatachtige, krampachtige situaties terecht. Die ook echt wel door genoeg wetenschappers, al zijn het vaak de emeritussen, die... hoogleraren en oud-wetenschappers die daar iets over te zeggen hebben, maar die dat hele verhaal, die bunk en nu in corona weer precies hetzelfde verhaal, is dat die wetenschap die brengt ons eigenlijk, ik zeg niet niks, maar vaak op het verkeerde pad. Ja. Ik denk dat wetenschap ons op zich op zijn minst op mentaal, geestelijk vlak prachtige zaken heeft gebracht. Als je echt zeker de meer gevorderde wetenschap bekijkt, dan is ook wetenschap echt een manier om de geest op een formidabele manier te verruimen, denk ik. Maar het probleem is, denk ik, dat... En ik zie je dat het begin daarvan... het probleem is, denk ik, dat wetenschap puur als methode... Om telkens te zorgen dat het weten en de blik op de wereld zich verruimt en vernieuwt, dat die wetenschap als methode gekanteld is naar wetenschap als ideologie. En namelijk een soort geloof dat de ratio ons alles zou brengen. En je kan eigenlijk zien van... In de 17e eeuw ongeveer werden er een aantal grote wetenschappelijke ontdekkingen gedaan. Er werden op een prachtige manier gedemonstreerd hoe de beweging van slingers, de beweging van vallende objecten, hoe de beweging van hemellichamen enzovoort beschrijfbaar waren in mathematische en mechanistische termen. En dat was zo mooi en zo succesvol en dat van daaruit ergens het geloof is ontstaan dat het bestaan, gans de wereld, gans de mens te herleiden was tot mathematische en mechanistische formules. En terwijl het is zeer vreemd, maar eigenlijk de grondleggers van de wetenschap
zoals Galileo Galilei, Newton, Copernicus, waarschuwden eigenlijk al van in het begin dat dat niet klopte. Hè. Men zei van, kijk, ja, je kan dat, de wetten van de mechanica in Newton bijvoorbeeld, die laten toe om een fractie van de werkelijkheid beter te begrijpen. Maar voor de rest zijn ze irrelevant, zei hij, letterlijk. Hè. En men heeft nochtans vanuit het enthousiasme of vanuit het gevoel van macht dat die initiële ontdekkingen zorgden, heeft de mens op een soort onverantwoorde manier zich gaan geloven dat zijn verstand in staat was om via de wetten van de mechanica, via de wiskunde, het ganse bestaan te begrijpen. En ganse wereld te begrijpen. En daar zit er een groot probleem. Ik denk dat het op dat punt is dat we zien dat wetenschap tot het slechtste dreigt te leiden. Tot een ontmenselijking en een miskenning van gans de mysterieuze schoonheid van de natuur. Dus ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen wetenschap op zich en het verworden van wetenschap tot een ideologie. Dat is het eerste, denk ik. Is een van de prachtige realisaties van het menselijke wezen. Het tweede maakt de mens blind en zorgt dat hij gans zijn formidabel complexe, fascinerende bestaan herleidt tot de doodse wetten van de mechanica. En inderdaad, en dat hij iets als gevoel en intuïtie, iets wat je daarnet ook benoemde, geen plaats meer geeft. Dat hij gelooft dat het verstand op zich een soort absolute prioriteit verdient in het leven. Wat, denk ik, de formule is om echt elke vorm van menselijkheid te vernietigen. Nou ja, en je zegt het net ook, hè, het is een soort van geloof, bijna geloofsovertuiging geworden, dat die hele deel van die wetenschappen. Maar wat natuurlijk ook opmerkelijk is dat op het moment dat je zeg maar over een bepaald onderwerp, dat het fundament daar verkeerd is gelegd in die wetenschap. Dus stel even, ga even uit dat op een bepaald onderwerp het geval is. En dat is dan hoe het is. En je durft dat niet te bevragen of los te laten. Dat gevoel krijg ik nu dat een groot onderdeel is ervan. Dan krijg je een soort van een toren die op een scheef fundament gebouwd. Dus die steeds schrever gaat lopen. En die op een soort van bijna onmogelijke wijze door de mensen die inmiddels bovenop die toren zijn aangekomen een soort van nog recht moet worden gehouden met totale onlogica en gekke dingen. Maar omdat die wetenschap zo heilig is, dus durf je het fundament van dat wetenschappelijke stuk durf je niet meer te bevragen. Daar blijf je dan van af. En dus moet je met steeds meer rare dingen komen om die toren soort van nog half overeind te houden, te zorgen dat hij niet instort. Ja, inderdaad. De toren van de wetenschap zakt meer en meer scheef. Hè. Ik denk dat dat nergens beter gedemonstreerd werd dan in de replicatiecrisis die in 2005 losbarstte in de wetenschappen. Ik weet niet in welke mate je daar vertrouwd mee bent, maar ik ben in 2003 beginnen doctoreren aan de Universiteit van Gent. En ik heb mij voor een groot stuk in mijn doctoraat bezig gehouden met die replicatiecrisis. En ik kwam eigenlijk op het volgende neer. Hè. Dus in 2005 kwamen er een aantal grote gevallen van wetenschapsfraude aan het licht. Dus eigenlijk betrof wetenschappers die dus in sommige gevallen eigenlijk hun experimenten volledig verzonnen hadden. En die op basis van die verzonnen experimenten en die verzonnen observaties publicaties geschreven hadden en ook een serieuze carrière hadden uitgebouwd. Hè. Nu, dat was zeker niet het ergste van de zaak. Hè. Het ergste kwam later, toen men die gevallen van wetenschapsfraude begon te onderzoeken. Hè. Men ontdekte dat de regelrechte fraude relatief zeldzaam was en dat die niet zo verschrikkelijk veel voorkwam, maar dat er wel een enorme epidemische aanwezigheid van fouten, geforceerde besluitvorming
en twee verlachtige onderzoeksmethodes aanwezig was in wetenschappelijk onderzoek. En werkelijk, de omvang daar was onthutsend. Dus in der tijd, rond 2011 denk ik, zijn er een aantal grote artikelen gepubliceerd over de bevindingen van die onderzoekscommissies. En de titels op zich spraken boekdelen. Hè. Dus ik herinner me op zijn minst twee titels. A Tragedy of Errors, gepubliceerd in Nature. En Why Most Published Research Findings Are False, ook gepubliceerd in een toptijdschrift door Ioannidis. Dus, die nu ook een grote rol speelt in de coronacrisis. Ja. En eigenlijk, die laatste paper vooral toonde eigenlijk dat als je alle wetenschappelijke publicaties grondig analyseert, dat de, jammer genoeg, een enorm groot aantal, en we spreken dan over meer dan 70% van de besluiten, totaal de mist ingaan en niet te herleiden zijn tot de observaties of enige logische besluitvorming. Dus dat was eigenlijk een onthutsende constatering. En ik heb me daar in de psychologie veel mee bezig gehouden met dat probleem. Maar dat op zich, het toont ons iets van hoe scheef de toren van de wetenschap gezakt is. En ik denk dat op zich in grote mate, of toch in substantiële mate, een gevolg is van het niet aanvaarden dat een groot deel van de werkelijkheid niet logisch, rationeel en niet wetenschappelijk vatbaar is. Als men altijd maar, bijvoorbeeld alleen al het feit dat zeer veel aspecten van de werkelijkheid zijn eigenlijk intrinsiek niet meetbaar. Je kan dat heel technisch benaderen en dan zou ik zeggen dat komt omdat veel aspecten van de werkelijkheid eigenlijk multidimensioneel zijn. Alleen echt unidimensionele zaken kan je meten. Dat is iets, we moeten daar niet verder op ingaan, maar ik denk dat technisch correct is. Mm. En bijvoorbeeld, je ziet dat nu ook goed in de coronacrisis. We hebben gans ons leven, gans de maatschappij wordt gedomineerd nu door metingen van aantallen besmettingen, ziekenhuisopnames en doden. Maar eigenlijk vergeten we dat de telling of de meting van die zaken altijd eerder een kwestie is van overeenkomst en consensus dan van wetenschappelijke objectiviteit. Hè. Hoe bepaal je of iemand gestorven is aan corona, om nu de meest cruciale variabele te nemen? Je kan dat niet bepalen. Hè. Dat blijft altijd, het is duidelijk dat de algemene gezondheidstoestand een grote rol speelt. Als iemand, naarmate iemand meer verzwakt is, loopt hij meer kans van op een kwalijk verloop van een virale infectie. Dus en om dan te gaan bepalen of die persoon overleden is aan een veel te hoog vetgehalte of diabetes of desnoods ouderdom, dan wel aan een virus, is eigenlijk onmogelijk. Dus, of ik ga het anders zeggen, dat is in de eerste plaats een filosofische kwestie. Mm-hmm. En pas in de tweede plaats een kwestie van objectieve meting. Hè. Dat is eigenlijk, en over elk geval zou er discussie kunnen zijn. Mm-hmm. Als je dan ook nog de psychologische kant van de zaak in rekening brengt en weet dat onderzoek toont dat de mortaliteit van longvirussen bij mensen gemakkelijk met 50, wellicht zelfs tot 80% stijgt als iemand onder stress of angst staat, ja, dan wordt het eigenlijk in alle gevallen zeer moeilijk om te gaan bepalen, is die persoon overleden aan stress of angst, aan slechte eetgewoonten, aan diabetes, aan ouderdom, dan wel aan een virus. Hè. Dat wordt eigenlijk puur een kwestie van een filosofische discussie die nauwelijks een einde kan kennen. Hè. Mm. Dus je ziet, dat is een van de mooie voorbeelden, vind ik, hoe je kan zien dat eigenlijk de meetbaarheid van veel fenomenen beperkt is. Hè? Hoe getallen relatief weinig zeggen. En ik denk dat we daar dan, hè, precies omdat men voelt,
omdat iedereen voelt die er echt mee bezig is. Niet de mens die gewoon naar het nieuws kijkt, want ik denk dat de mens die naar het journaal kijkt vaak bevangen wordt door de illusie dat cijfers een soort absolute feiten representeren. Maar iedereen die het zelf probeert en die ermee bezig is, voelt nogal snel van ja, hè, die getallen, ik kan daar veel richtingen mee uit. Hè. Ik kan de doden op talloze manieren tellen. En afhankelijk van de telling zal ik waarschijnlijk op verschillen van 2000% uitkomen. Hè. Ja. Ik denk precies omdat men dat voelt, dat er geen absolute objectiviteit mogelijk is, heeft men zich op de duur gewoon over aan de eigen subjectieve voorkeuren en vooroordelen en stelt men de cijfers zo voor, soms bewust, voor een groot stuk ook onbewust, dat is aangetoond in domeinen als de psychologie, zoals men ze graag wil geloven. Dus, en in het opzicht, we vertrekken vanuit een soort illusie van absolute objectiviteit en uiteindelijk eindigen we in een niet als, dus kent, als dusdanig erkende radicale subjectiviteit. Dat is het gevaar. En we zien dat al ruim 60, 70 jaar zich voluit manifesteren in de wetenschappen, dat de illusie van absolute objectiviteit uiteindelijk tot het radicale tegendeel leidt, tot een vrij spel en in veel opzichten absurde vormen van subjectiviteit. Ja. Zich quasi limietloos overgeven aan, de eigen subjectieve visie en zich niet laten corrigeren door observaties en logische overwegingen. Ja. Het is natuurlijk interpretatie als je het zeker over die cijfers hebt. Ook je kan er alles mee goochelen op de manier hoe je het zelf wil. Ik vind het zelf, want je zei net inderdaad al, de doodsoorzaak van iemand die overlijdt met een positieve PCR-test. En ik noem het liever nog geen coronadoden, maar gewoon iemand die is overlijdt met een positieve PCR-test. Want dat is het per saldo. Dat zegt inderdaad helemaal niets. Dat kan van alles en nog wat kan erachter liggen. Maar dat testen we voor het gemak maar eventjes niet meer. En het grappige vind ik dan, of nou, het is eigenlijk helemaal niet grappig, het is dramatisch, maar dat op het moment dat het andersom gebeurt, om het gesprek even tastbaar te maken, maar op het moment dat het andersom gebeurt en op het moment dat iemand dus overlijdt na een vaccinatie, en dit heb ik toevallig van de week gezien door een Nederlandse huisarts, die krijgt gewoon, iemand van zijn patiënten was overleden door de vaccinatie en hij krijgt het niet aan LAREP, dat is dan de instantie die het in Nederland moet doorgeven, dat de vaccinatie schade of een overlijden door het vaccin is gekomen. En die kreeg het niet doorgegeven aan die instantie. Die moest een paar keer bellen, een paar keer mailen. Die heeft een paar keer herhaaldelijk de vraag gehad of die wel een PCR-test had uitgevoerd op de patiënt om zeker te weten of die wel of geen corona had. En zo wordt er dus aan de ene kant wordt er inderdaad gewoon gezegd, als je met een positieve PCR-test overlijdt, is het corona waaraan je overlijdt. Maar overlijd je door een vaccin, dan moeten we er allemaal andere dingen bij gaan halen om maar te zorgen dat hij niet aan het vaccin overlijdt. En zo krijg je dus inderdaad een paar cijfers waar je gewoon wat mee kan doen, wat je wil eigenlijk. Ja, absoluut. Ja, tuurlijk. Ja, inderdaad, in het geval van het tellen van de coronadoden ging men er altijd vanuit dat de primaire doodsoorzaak de coronabesmetting was. Of die nu vastgesteld was of niet, of hoe die ook vastgesteld was. Daar komen we bij de ganse problematiek van de PCR-test uit natuurlijk. Het is een technische discussie natuurlijk, maar waarvan we veel reden hebben om aan te nemen dat er zeer veel vals positieve tests werden afgelegd. En dus in alle gevallen, bij het tellen van de coronadoden, ging men er altijd van uit dat corona de oorzaak van het overlijden was, of in zeer veel gevallen. In die mate dat men in België, dus op een bepaald moment elk overlijden in WZC's en rusthuizen als corona-overlijden is beginnen te registreren. Iets wat ook door toonaangevende virologen zoals Mark van Ranst bevestigd werd. Dat elk overlijden gewoon als corona-overlijden geregistreerd werd. En dan zie je inderdaad bij vaccins precies het tegenovergestelde. Je ziet hoe zelfs als iemand een paar uur of een paar dagen na de toediening van het vaccin overlijdt, hoe men nooit gaat veronderstellen dat het vaccin de oorzaak is en
altijd gaat veronderstellen dat er onderliggende aandoeningen waren die het overlijden veroorzaakt hebben. We zien daar inderdaad een zeer sterk contrast tussen de twee. Iets wat echt illustratief is voor het feit dat een verhaal dat eenmaal greep gekregen heeft op een maatschappij een quasi onbeperkte neiging heeft om zichzelf te gaan bevestigen. Elke observatie als een ten voordele of als een bevestiging van het verhaal gaat zien. En elke observatie die eigenlijk zou moeten tot een invraagstellen van het verhaal leiden, genegeerd wordt, miskend wordt, uitgewist wordt. Ja. Maar dat is toch eigenlijk wel bijzonder, want dat vraag ik me dan wel gewoon telkens af van. Aan de ene kant hebben we het net heel erg over hoe ratio, zeg maar, mijn eigen observatie ook, hoe ratio je, dat je gevoel vaak beter zou moeten zijn dan je ratio. Maar in dit geval kom je dus aan waarin je soms met je handen in je haar zit, waar je denkt van het is zo ontzettend duidelijk. En nog wil of kun je niet zien dat het zo is. Weet je, met hoeveel dingen moet ik nog aantonen dat het onzin is wat je vertelt? Maar het gaat er gewoon niet in. Nee, inderdaad. Maar dat is een van de meest opmerkelijke zaken. Hè. Dat eigenlijk de verlichting wordt soms de ideologie van de reden genoemd. En dat is een soort de Hans de Verlichtingstraditie. Die voor een groot stuk samengaat met de opkomst van de wetenschappen als leidinggevende principe in een maatschappij. Het wordt als de ideologie van de reden, van de ratio gezien. Dat is niet helemaal hetzelfde, reden en ratio, maar toch. Hè. Dus, de verlichting, met de verlichting maakte het rationele wereldbeeld ophang. En het geloof dat de ratio dus alles kon verklaren. En we zien inderdaad, op een merkwaardige manier, dat in het tegendeel omslaat. Hè. Tot radicale irrationaliteit. Hè. Je kan dat volgens mij wel uitleggen. Hè. Je kan tonen van, eigenlijk... Doordat, van zodra men uitgaat van de veronderstelling dat men volledig rationeel kan begrijpen, gaat men eigenlijk iets miskennen. Men gaat miskennen dat er een subjectieve component zit in het begrijpen. En precies doordat men dat gaat miskennen, doordat men die component gaat miskennen, gaat die component woekeren. Men verliest de subjectieve aard van, of de subjectieve component van begrijpen en van een wetenschappelijke theorie bijvoorbeeld uit het oog. En net daardoor gaat hij woekeren. En zie je inderdaad dat je eindigt in een soort theorieën en veronderstellingen en poneringen die zo irrationeel zijn, dat je nauwelijks, dat voor wie er niet door gehypnotiseerd is, dat het nauwelijks begrijpbaar is hoe men daarin kan geloven. Hè. Bijvoorbeeld in 2020, in de zomer, werd er gewacht gemaakt van een tweede golf van besmettingen. En nogal ras bleek dat die tweede golf van besmettingen of dat hoge aantal positieve tests die geconstateerd werden, dat dat eigenlijk een effect was van het veel meer testen van mensen. Van een zeer hoog, van een enorme mate opdrijven van het aantal tests. Er is een viroloog in België. Oud-rector van de Universiteit van Luik, Bernard Rontier, die geëist heeft dat men hem alle ruwe data verstrekte en die kon tonen dat het aantal besmettingen, het geschatte aantal besmettingen in de populatie, met een factor 70 overdreven was of te hoog was. Met een factor 70, hè. Dus dat gaat niet over een kleinigheid. Nee, nee. Doordat men gewoon geen rekening gehouden had met het aantal uitgevoerde tests. Hè. Dus zo'n zaken, hè, waarvan je zegt van ja, een schoolkind ziet toch dat deze manier van schatten van het aantal besmettingen in een populatie irrationeel is, dat allogisch is. Maar bepaalde mensen zien het niet meer. En dat brengt ons tot de vraag van hoe je zoiets kan verklaren. Wat gebeurt er in een maatschappij en in een samenleving dat het merendeel van de mensen op zijn minst niet meer ziet dat een bepaalde oordelen en bepaalde opvattingen, bepaalde theorieën die hangbaar zijn in de maatschappij en die ook gans de maatschappij richting geven, dat die eigenlijk totaal geen steek houden. Dat brengt ons tot die vraag. Hè. Je hebt aan de ene kant de opmerkelijke observatie dat het gevaar van het virus, het gevaar van het aantal besmettingen, het aantal doden, het aantal ziekenhuisopnames
constant veel te hoog werd ingeschat. Iets wat trouwens toegeven werd door de wetenschappers die de initiële modellen gebouwd hadden. Dus dat is ondertussen, denk ik, voor de meeste wetenschappers wel duidelijk. Dat is aan de ene kant. Waarom in godsnaam is het mogelijk dat een ganse beschaving, een ganse maatschappij, niet ziet dat er iets grondig mis is met de aantallen besmettingen, ziekenhuisopnames, doden? Dat is één iets. Maar ook bijvoorbeeld, hoe is het mogelijk dat een ganse maatschappij het oog verliest dat de maatregelen ook enorm veel schade aanrichten en wellicht meer slachtoffers zullen maken op zich dan het virus kon maken in het slechtste scenario. Hè. Zelfs als er geen maatregelen genomen zijn, is het onwaarschijnlijk dat het virus meer slachtoffers zou maken dan de maatregelen nu zullen maken. Hè. Dat is iets dat gemeld werd door Oxfam, 11-11-11. Wereldwijd bedoel je dan? Wereldwijd. Oxfam 11-11-11, de VN, melden van in het begin van de crisis dat er hoogstwaarschijnlijk meer doden zouden vallen alleen al door honger, om nog niet over uitgestelde behandelingen en zo te spreken, dan het virus in het slechtst denkbare scenario zou kunnen maken. Dus hoe is het mogelijk dat een ganse maatschappij constant of niet ziet dat de cijfers veel te hoog zijn, en dat men ook op geen enkel moment dus werkelijk oog heeft voor de enorme aantal slachtoffers en het enorme lijden dat veroorzaakt zou worden door de maatregelen. Mm. Dat is een zeer goede vraag. Hè. Wat, hoe kan je dat begrijpen? En dan, eigenlijk, voor mij, ik heb voor een groot stuk ben ik daar vertrokken in mijn denken over de crisis. Mij de vraag gesteld van, hoe is het mogelijk dat een ganse maatschappij in de greep raakt van een verhaal dat in vele opzichten eigenlijk absurd is? Dat was voor mij altijd de grootste uitdaging, om dat te proberen begrijpen. Ja. Wat is daar eigenlijk uitgekomen dan? Want ik vind dat zijn de meest interessante vragen om je nu te stellen. Want hoe is het inderdaad, in godsnaam wil je bijna zeggen, mogelijk dat inderdaad op die manier gebeurt. Kijk, ik heb zelf wel een gedachtegang erover als je een paar stappen verder bent. Hè, want als je er eenmaal ingezogen zit en je hebt gekozen voor, je kiest namelijk voor een bepaald narratief. Het is, je kiest echt om iets te geloven, want alle daarnaast ligt gewoon open. Daar ga je niet voor. Je kiest voor dat verhaal. Dus als je er op een gegeven moment lang genoeg voor kiest, dan moet je het wel blijven verdedigen. Want anders heb jij natuurlijk ook wel de schuld aan, bijna letterlijk bloed aan je handen van de mensen die zeg maar overlijden door honger of door uitgestelde zorg of wat er dan ook voor consequenties precies vasthangen aan de maatregelen die er nu genomen zijn. Maar hoe ga je daar in eerste instantie in mee? Ja, terwijl dan al op dat moment er al ligt, open en bloot eigenlijk, wat het toch al meebrengt met ze. Ja, dat is een goede vraag. Maar inderdaad, dat is zeer opvallend. Wel wat je zegt. Hè. Dus sommige mensen kunnen moeilijk nog terug. Hè. Zelfs al zouden ze beseffen dat het verhaal niet klopt, dan nog is het moeilijk voor hen om terug te gaan. Dat zijn vooral de mensen die een voortrekkersrol gespeeld hebben en die het dominante verhaal gepromoot hebben in de maatschappij. Ik denk dat het voor hen bijna ondoenbaar is om nu te gaan zeggen, we hebben ons vergist. Als men de enorme schade die er ondertussen aangericht is in rekening brengt, is het voor die mensen echt quasi onmogelijk om op hun stappen terug te keren. Maar inderdaad, waarom gaat men er initieel in mee? Waarom? Ik vind dat ook zeer opvallend. Ofwel, het is alsof mensen in Hans de chaos van de informatie in deze crisis een verschillend figuur zien opduiken. En ik vergelijk dat vaak met de figuur van Ruben. Ik weet niet of je die gestaltpsycholoog kent, die zo'n soort figuur geconstrueerd heeft waarin je ofwel twee vazen, ofwel een vaas, ofwel twee gezichten ziet. Herinner je die figuur? Ja. Dus als je naar die figuur kijkt, dan zie je ofwel het een, ofwel het ander. Ofwel zie je het gezicht en zie je de vazen niet. Ofwel zie je de vazen en zie je het gezicht niet. En in het beste geval kan je wisselen tussen de twee. En kan je ofwel de ene keer de vaas zien en dan wisselen en de andere keer het gezicht zien. Er staan zo talloze voorbeelden van dergelijke figuren. En ik vind dat in deze crisis dat we iets gelijkaardigs zien. Sommige mensen zien een levensgevaarlijke pandemie bijvoorbeeld. En om het even hoe,
alle informatie wordt in die richting geïnterpreteerd. Andere mensen zien een andere figuur opduiken. Bijvoorbeeld het figuur van een totalitariserende maatschappij. En als je er op die manier naar kijkt, is het moeilijk om de pandemie te zien. Je ziet het een of het ander. En in het beste geval kan je proberen om de ene keer het een en het andere te zien. Pas op, ik blijf in mijn meest eerlijke beschouwingen blijf ik dat enorm gevaarlijke virus niet zien. Ik kan soms mee verplaatsen in het perspectief van mensen die wel het virus enorm gevaarlijk vinden. Maar ik kan het... mijn verstand, of dat denk ik toch op zijn minst, komt altijd direct in opstand. En zegt van, ja maar, hier klopt iets niet aan dit verhaal. Maar toch, ik doe wel moeite om mij in dat perspectief te verplaatsen soms. Mm. Dus je ziet inderdaad ofwel het een of het ander. En je kan je inderdaad afvragen van waarom? Hoe komt het dat nu zo'n groot deel van de mensen plots bevangen worden door die idee van... Dat verhaal over het coronavirus en daar ook bepaalde aspecten die duidelijk onlogisch en absurd zijn, niet in opmerken. En ook schijnbaar zonder problemen of niet opmerken dat dit verhaal hen zeer veel zaken gaat doen verliezen die hen nogthans dierbaar waren. En daar denk ik inderdaad, ja, daar ben ik in der tijd op de proppen gekomen met mijn verhaal over massavorming. En ik denk dat tot op de dag van vandaag dat een verhaal is dat stand houdt. Ik heb het gevoel dat inderdaad dat verhaal voor een groot stuk verklaart, voor mij persoonlijk althans, wat er precies in de maatschappij gebeurd is. Nu, ik weet niet in welke mate we dit verhaal nu nog eens moeten brengen, want we hebben het al, op veel plaatsen gebracht. Een aantal keer gebracht, maar misschien toch wel interessant om het kort nog een klein beetje een samenvatting iets te geven over het, ja, voor het volgende gesprek. Misschien wel handig ik geloof voor een groot deel kan ik je volgen, maar het is wel fijn denk ik om een soort van basis te leggen inderdaad van om even te checken hoe dat zit met dat massa gedachtegoed wat er dan ontstaat. Ja. Dat eigenlijk. Ja. Weet je, als je de maatschappelijke reactie in de coronacrisis wil begrijpen, dan moet je kijken, denk ik, naar wat er maatschappelijk gezien aan de coronacrisis vooraf ging. We vergeten dat gemakkelijk, maar in de jaren voor de uitbraak van de coronacrisis was de maatschappij aan het wegleiden in een enorm problematische psychische toestand. Dus je zag hoe... Ik las het onlangs nog in de kranten. Ik ga in eerste instantie over België spreken, maar er is geen reden om te geloven dat de toestand in België substantieel zou verschillen op dat gebied van de toestand in Nederland. Maar ik las hoe gedurende de laatste 4 jaar het aantal depressies en burn-outs, dat al extreem hoog was, 4 jaar geleden, nog met 40% was toegenomen en in een steeds sneller stijgende lijn hing. Dus in een exponentieel stijgende lijn hing. Dus de psychische onbehagen, psychische problemen namen aan een spectaculair tempo toe. Iets wat ook gereflecteerd werd in het aantal gebruikte antidepressiva. Ik geef het altijd als voorbeeld aan wat het onthutsend is. In het jaar voor de coronacrisis werden er in België 300 miljoen dosissen antidepressiva gebruikt. Op een populatie van 10 miljoen. Maar waar ligt dat? Ik vind dat namelijk een hele interessante kwestie. Ligt dat aan the amount of burn-outs, wat het ook mogen zijn? Of ligt dat aan hoe snel wij in de gezondheidszorg of zeg medicijnen... gif, wil ik eigenlijk bijna zeggen, voorschrijven om mensen hun innerlijke problemen op te lossen? God, dat kan een combinatie zijn van alle soorten factoren. Wellicht voor een stuk ook inderdaad vanuit een soort inadequate therapieën die aangereikt worden. Zowel psychotherapieën, denk ik, als biologische therapieën, zoals antidepressiva en zo, die op bepaalde punten contraproductief zijn.
Dat kan goed zijn. Maar ik denk dat je het, als je het in een breder... als je het in het historisch perspectief plaatst, denk ik dat... Ik denk dat je het moet in een historisch perspectief plaatsen om de volledige complexiteit ervan te vatten. Mm. En van waarom er nu in de westerse cultuur in die mate zich een soort onbestemd onbehagen en angst ontwikkelde. En ook diepe gevoelens van zinloosheid. Hè? Want dat is onwaarschijnlijk. Dus een paar jaar voor de coronacrisis was er een prof van Harvard, die vorig jaar overleden is, die een onderzoek deed naar de mate van zin, de mate waarin mensen zin ervaarden in hun dagdagelijkse werk. En het besluit was onthutsend. 40% van de mensen gaf aan dat ze absoluut geen enkele zin ervaren. Dat ze dachten dat hun werk totaal zinloos was. Mm. En een bijkomende 30% twijfelde ernstig of hun werk zinloos was. Dus je ziet hoe de westerse maatschappij al een tijdje geconfronteerd werd met een epidemische gebrek aan zinverlening, gebrek aan sociale band ook, en met een steeds toenemende onbestemde angst en onbehagen in de maatschappij. En gekoppeld natuurlijk aan die toestand aan veel frustratie en agressie. Latente frustratie en agressie. En dat zijn de voorwaarden waaronder er zich massavorming voordoet. Dus als er onder die omstandigheden dus een soort verhaal gelanceerd wordt in de maatschappij of opdoemd in de maatschappij, dat een object van angst aanduidt en direct ook een strategie formuleert om met dat object van angst te gaan, dan hecht al die vrij vlottende, onbestemde angst zich heel gemakkelijk aan dat object en gaat men blind mee in de strategie. En wat gebeurt er op zo'n moment? De angst die eerst oncontroleerbaar was, die wordt controleerbaar doordat ze aan een object gehecht is en doordat er een soort strategie naar voren geschoven wordt om dat object te controleren. En in de gemeenschappelijke strijd tegen dat object van de angst vindt de mens ook een soort zinverlening terug en ook een bepaalde vorm van sociale band. En je zag dat eigenlijk in de eerste lockdown zeer uitdrukkelijk, hoe mensen samen, allemaal samen een strijd voeren. En het is dus dat, denk ik, wat verklaart waarom zo'n verhaal, een coronaverhaal, zo'n enorme impact heeft op een maatschappij en mensen ook blind maakt voor alles wat er buiten valt. Want elke weerlegging van het verhaal zou die angst terug loskoppelen en terug naar die eerste onaangename toestand verplaatsen. Ja. Dus het is dat wat eigenlijk er de oorzaak van is bij massavorming, dat alles wat in strijd is met het verhaal tot de massavorming leidt, genegeerd wordt, miskend wordt op een zeer hardnekkige manier. Er zijn een heel aantal consequenties van. Dus we gaan die er nu opnieuw bij stilstaan, denk ik. Die zijn genoeg besproken in andere interviews. Maar dat maakt een mens blind, maakt een mens radicaal intolerant ten aanzien van afwijkende meningen. Zorgt dat hij geen empathie meer heeft voor alles wat voor iedereen die niet meedoet met het verhaal, zorgt dat hij niet opmerkt dat het verhaal hem in strijd is met zijn eigen belangen, enzovoort enzovoort. Dus die massavorming heeft een zeer ingrijpende impact op mens en maatschappij. En in de eerste plaats zorgt voor een soort aandachtsvernauwing en blindheid. En dat dan, Dat, als je dat opmerkt, dat fenomeen van massavorming, dat is gedurende de laatste eeuwen steeds sterker aan het worden. En dan kom je bij de echt interessante vragen uit. Wat in onze cultuur van de laatste eeuwen zorgt ervoor dat de mens, dat het fenomeen massavorming versterkt en dat er dus steeds meer onbestemde angst, onbehagen, gebrek aan zinverlening en gebrek aan sociale band komt? Dat is waar volgens mij de echt interessante vragen beginnen, die veel verder gaan dan het probleem met een virus of dan de huidige coronacrisis. Nu kom je voor mij bij de essentie uit. Nu kom je echt voor mij bij de essentie uit. Namelijk, we zitten toch in een soort spirituele oorlog. En dat bedoel ik mee te zeggen dat we... je zegt het net eigenlijk al. Alle burn-outs, weet je wel. We noemen het burn-out, maar die term vind ik ook zo... om maar iets aan te duiden dat het normaal is dat je je zo niet op je plek voelt als in je lijf eigenlijk. Hè? Want tot zover gaat het eigenlijk. Je bent gewoon, ik bedoelde het net toen we net in je tuin zaten al eventjes, identiteitscrisis, een massale identiteitscrisis waar we ons in verkeren. Waar de man geen man meer mag zijn, de vrouw geen vrouw meer mag zijn. Waarin we inderdaad baantjes toegestopt krijgen als een soort van zinvol leven. Terwijl we zijn zo ver van onszelf, van de kern van ons mens zijn verwijderd.
dat we geen idee meer hebben wat we op deze planeet aan het doen zijn. En door maar alles met ratio weg te stoppen en maar te luisteren, maar naar science te luisteren en maar naar de boeken te luisteren en naar de school te luisteren en de docenten te luisteren. En whatever, wordt ons bepaalde narratieven gevoed, waardoor we gewoon zo gaan leven, maar totaal weg zijn van de kern. En dan denk ik dat je uitkomt bij de situatie waarin we nu zijn, dat we eigenlijk bijna een soort zombies zijn geworden die maar lopen in het systeem en maar gewoon het ding doen, maar onbewust in zich voelen dat het niet klopt, maar het niet kunnen duiden en dan met burn-outs thuiskomen. Dus te volgepropt worden met medicijnen die je eigenlijk alleen maar verder in het probleem duwen, of je in een soort van nog grotere zombie-staat laten verkeren, waarin je dan maar weer past binnen datzelfde systeem om maar door te denderen elke dag. En dan ben je manipuleerbaar en ben je waar je nu staat, omdat je inderdaad geen idee hebt wat jouw kern als wezen is. Hmm. Ja, inderdaad. Dat is zeker iets wat tot de kernproblemen van onze huidige toestand behoort. Is zeker dat er een soort veralgemeende ervaring is van een vervreemdheid van onszelf. Hè. Dat is inderdaad een feit. Ja, je ziet dat op een of andere manier. Hebben mensen het gevoel van vervreemd te zijn van de kern van hun eigen wezen. Dat denk ik wel, ja. En hoe dat komt, dat inderdaad, dat is geen gemakkelijke analyse, denk ik. Nee. Dat is absoluut geen gemakkelijke analyse. Ik denk dat het samenhangt met het gevoel van een vervreemding van zichzelf. Hangt samen, denk ik, met de factoren die we daarnet al opgesomd hebben. De onbehagen, angst, gebrek aan zinverleningen. Van wat is eigenlijk zorgt er dat een mens zin heeft en zin vindt in het leven? Dat hij zowel in de betekenis van goesting heeft, plezier vindt in het leven, als in de zin van wat heeft er betekenis aan het leven? En dat is een zeer goede vraag. Je kan die vragen op zeer veel verschillende manieren benaderen, denk ik. Maar voor mij persoonlijk, in eerste instantie, heeft het alleszins veel te maken, denk ik, met de iets waar ik daarnet al naar verwezen heb. En naar de opkomst van een soort mechanistische wetenschappelijke ideologie in onze maatschappij. En dus Hannah Arendt bijvoorbeeld, dat is een van de grote auteurs op dat vlak. Ook zij buigt zich over de vraag van waar de opkomst van massavorming en van het eraan gerelateerde fenomeen van het totalitarisme, dus de totalitaire staat, vandaan komt. En ook zij herleidt het of leidt het op een bepaalde manier, voert het op een bepaalde manier terug naar de opkomst van de wetenschappen. En ze zegt niet zozeer de wetenschappen op zich, maar wel de wetenschappelijke ideologie. Het geloof dat gans het bestaan in wetenschappelijke termen vatbaar is. Mm-hmm. En, ik zeg er nog bij, hè? Ja, ja. Ze zegt dat Hannah Arendt is in de eerste plaats filosoof, geen psycholoog. Maar je kan duidelijk op een bepaalde manier haar psychologische denklijn ook wel volgen doorheen haar werk. En eigenlijk voor haar is het zo dat de wetenschappen op mentaal vlak ten eerste tot een soort zeer eenzijdig causaal denken leiden. Elk probleem werd geacht voor te spruiten uit een soort mechanistisch dysfunctioneren. Als je ziek bent, dan komt het omdat een of ander biochemisch proces in je lichaam verstoord is. Omdat er een virus je lichaam is binnengedrongen, enzovoort. Dus ziekte en onbehagen wordt binnen het wetenschappelijke denken typisch geprobeerd, of men probeert typisch om dat te herleiden tot één specifieke materiële oorzaak, in plaats van het toe te schrijven aan een soort malaise van het geheel van de mens, aan een soort holistisch probleem. Dat is op mentaal gebied, die neiging om alles te herleiden tot één materiële oorzaak. En op meer fysiek vlak zie je dat eigenlijk de opkomst
van het mechanistische denken en de eraan gekoppelde industrialisering van de wereld, eigenlijk alle gestructureerde sociale banden heeft verbroken. We mogen dat niet onderschatten. Met de opkomst van de stoommachine en het enorme concentratie van werkgelegenheid op een zeer kleine oppervlakte, letterlijk, kreeg je het ontstaan van een soort nieuwe gemeenschappen die louter, waar alle normale structuren en samenlevingsverbanden in doorbroken werden. En je zag in die gemeenschappen, de zogenaamde cités, de industriële cities, zag je ook de opkomst van nieuwe vormen van criminaliteit, volledig nieuwe sociale problemen. Maar goed, dus de normale sociale banden werden door de mechanisering van de wereld voor een groot stuk verbroken. En daarnaast vooral ook de band met de natuur werd verbroken. Mm. Dus de mens werd echt voor een groot stuk uit zijn, zowel zijn sociale context gerukt, als uit zijn verbondenheid, met zijn mystieke verbondenheid met de natuur gerukt. En dus de totaliteit van die factoren, aan de ene kant de geneigdheid om zeer reductionistisch mentaal te denken over problemen in de wereld en de menselijke problemen, gekoppeld aan een soort vereenzaming van de mens, een soort weggerukt worden uit zijn sociale structuren en uit zijn verbondenheid met de natuur. De totaliteit van die factoren, zegt zij, zorgde ervoor dat er in de westerse maatschappij steeds meer sociaal, Hannah Arendt noemt dat, sociaal geatomiseerde individuen ontstonden. Sociaal geatomiseerde individuen die eigenlijk helemaal vereenzaamd en teruggetrokken in zichzelf leefden. En ze zegt van, het zijn die individuen die dus zeer veel angst ervaren, zinloosheid, gebrek aan sociale band enzovoort. En het zijn die individuen waaruit de massa wordt samengesteld. En dus hoe meer een individu dat soort vereenzaming doormaakt, zoals ik daarnet beschreven heb, hoe gevoeliger die persoon wordt voor massavorming. En dus daarin... Het is bijna paradoxaal ook eigenlijk wel. Vanuit het individualisme ben je vatbaarder voor het collectivisme. Ja, 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 absoluut. Het is een soort overcompensatie. Hè. Het is door het verdwijnen, Hannah Arendt zegt letterlijk, door het verdwijnen van alle sociale klassen en standen en alle andere sociale structuren ontstond er massaal een nieuwe structuur. De massa. Mm. Waarin die dus op zijn beurt dan aanleiding gaf tot de opkomst van de totalitaire staatssystemen, zegt Hannah Arendt. In de 20e eeuw zag je de opkomst van een totaal nieuwe staatsvorm. Die had daarvoor nooit bestaan. De totalitaire staat, bijzonder het nazisme en het stalinisme. En die was gebaseerd op het proces van massavorming. En dus, terwijl een dictatuur bijvoorbeeld is gewoon gebaseerd, is veel eenvoudiger qua psychologisch proces. Er is een kleine groep die een fysieke overmacht heeft en die eenzijdig een sociaal contract oplegt aan de maatschappij. Maar bij totalitaire staatssystemen is het proces veel diepgaander. Een totalitair staatssysteem groeit decennia onopgemerkt. Het is een bepaalde vorm van massavorming, een bepaalde vorm van denken. En plots, als dat soort denken, bijvoorbeeld een bepaalde aanhang van een bepaalde rassentheorie of de aanhang van een bepaalde theorie over het historisch-materialistische proces dat uiteindelijk zou uitmonden en de heerschappij van het proletariaat. Als dat genoeg verspreid raakt in de bevolking, zo'n simplistische, eenzijdige redenering, want dat is het altijd, binnen zowel het opkomende stalinisme als het opkomende nazisme, zag je eigenlijk een zeer eenzijdige toeschrijving van alle lijden en alle angst aan één object. En ofwel de aristocratie in Rusland, ofwel een bepaalde groepen die verondersteld werden raciaal minderwaardig te zijn, wat wetenschappelijke nonsens was, maar die dus eigenlijk als bron van alle lijden en alle miserie naar voren geschoven werden, en waaraan bij gevolg ook alle angst en alle onbehagen zich hechten. En dus eigenlijk zie je dat in beide gevallen dat het een soort opkomen was van een bijzonder eenzijdige, reductionistische, pseudo-wetenschappelijke theorie, die de opkomst van de grote totalitaire regimes voorbereiden. Dus van zodra dat gedachtegoed genoeg verspreid was in de bevolking, was het genoeg dat iemand zich als een fanatiek
voorstander van dat gedachtegoed uiten. Om een enorme maatschappelijke macht te krijgen. En dus een soort eenpartijenstaat te kunnen oprichten die zich uiteindelijk van geen enkele tegenstander nog iets moest aantrekken. Maar dit is toch eigenlijk precies wat er hier al jaren ook gaande is? Wat hier in de coronacrisis? Nou, voor coronacrisis. Oh, ja. Ik denk dat ook. Ja. Zeg maar, het is, we doen allemaal alsof corona nu opeens, dat we in één grote staatsgreep leven. Alleen in mijn optiek, met alles wat we nu weten, kan je dat al veel verder terug herleiden allemaal. Ja. Het is, ik bedoel, de hele BLM-movement, de hele klimaatmovement en alles wat daar omheen gaat, even afgezien van de inhoud daarvan. Maar zeg maar dat, dat strijden voor die bepaalde agenda's, weet je. En gender is voor mij ook zo'n treffend voorbeeld daarin, waarin, wat ik net zeg, jij gaf dat net ook al aan, hè, waarin we steeds individualistischer worden, omdat de oude gezinsstructuren. En ik ben niet per se super conservatief op dat gebied ingesteld, of gelovig zelfs voor that matter, maar de oude gezinsstructuren worden uit elkaar gerukt. En wat ik net ook al zei, de man is geen man meer, de vrouw is geen vrouw meer. En dat komt voor bepaalde mensen die misschien wel eens een totalitaire gedachtegoed hanteren, komt dat wel erg goed uit. Dat die vastigheid van ons bestaan weggerukt wordt. En eigenlijk dat we daarmee dus ook inderdaad weer terugkomend op dat andere verhaal, steeds verder van onze kern verwijderd raken. En daarmee is corona eigenlijk meer gewoon, wat jij net in het voorgesprek ook al zei, zo van de kroon op het werk, waarin iets wat al veel langer gaande is, zich nu uitmondt in een bepaalde situatie, zeg maar. Ja, ik denk het ook. Ik denk inderdaad, zoals je zegt, het gaat niet zozeer over de inhoud, maar meer over de dynamieken die zich ook voor de coronacrisis al duidelijk aftekenen. Bijvoorbeeld het denken over man en vrouw, het denken over klimaat, was totaal gemonopoliseerd door één discours. Je voelde dat elke poging om vanuit een ander perspectief te kijken niet meer toegelaten was. Hè? Of hoe het radicaal gestigmatiseerd werd. Hè? Dus ik persoonlijk, ik heb een tuin waarin geen gram pesticiden of kunstmest gebruikt wordt. Ik doe dat 85% van mijn verplaatsingen met de fiets. Maar ik ben ook. Ik denk dat men me niet kan verdenken dat ik niet op bepaalde manieren zorg draag voor de natuur of een bepaalde verbondenheid voel met de natuur. Maar inderdaad, dat neemt niet weg dat ik mij niet herken in veel aspecten van het klimaatdiscours. En precies in de eerste plaats, omdat er een bepaalde dogmatiek van uitgaat. En een bepaalde, omdat het een bepaalde vorm van dialoog en conversatie onmogelijk maakt in een maatschappij. Dus je voelde inderdaad, dat op zijn minst, voelde je al lang opkomen in onze maatschappij. Een soort pensée unique die enorm versmachtend aan het worden was. En een gans wetenschappelijk discours, bijvoorbeeld ook, omtrent klimaat, dat niet in vraag mag gesteld worden. En de opkomst van een reeks stigma's die ervoor moeten zorgen dat niemand nog in staat is om het in vraag te stellen. Dus als je het dominante klimaatdiscours in vraag stelt, dan word je inderdaad nogal snel een klimaatnegationist. En je ziet er op veel punten terugkeren. Dat is een soort, discours dat een soort superioriteit claimt ten opzichte van alle andere discours en dat van waaruit er een enorme sociale druk opreist. Hè, of. Dan zou je al op je hoede moeten zijn eigenlijk op het moment dat een verhaal zo eenzijdig is, zou je eigenlijk moeten trekken, dat is wel gek. Maar ja, je zegt het, hè, zeg maar, bij klimaat word je inderdaad ook al gelijk weggezet als een klimaatontkenner of een whatever that means, hoe kan je het klimaat ontkennen? Wat is het klimaat überhaupt? Weet je, het is niks anders dan een soort van cijfer, of cijferreeks. Maar dat is nu met corona weer zo. Het is weer dat de mensen die afwijken van dat narratief worden weggezet in een bepaalde hoek. Dat zou jij hier niet anders merken. Ik had vandaag nog toevallig een artikel gelezen over, ik weet niet meer, een of andere fact-checker site in België, whatever fact-checkers may mean, maar hoe is dat voor jou dan, om dat zo te moeten ervaren?
Ja. Ja, het is nooit prettig hè, om publiek weggezet te worden als iemand die een loopje neemt met de feiten. Of die... om publiek als ongeloofwaardig afgeschilderd te worden. Dat is nooit prettig, maar ik laat meer... Eén iets weet ik zeker, ik laat me er niet door tegenhouden om te blijven spreken zoals ik denk dat ik moet spreken. En het is niet gemakkelijk om te bepalen wat waarheid is. Niemand heeft de waarheid in pacht. En ik, nee. ik zeker ook niet. Maar toch heb ik het gevoel van... Als je luistert naar de verhalen die zich in de publieke ruimte ontspinnen, dat je niet anders kan dan zeggen dat die verhalen op een aantal punten echt niet kloppen. En ik vind dat het een soort ethische plicht is om te blijven een andere stem te laten klinken op die punten in de publieke ruimte. De klassieken, de Grieken, hadden daar een woord voor. De moed om te zeggen wat in de publieke ruimte verzwegen werd, of miskend werd, of genegeerd werd, dat noemde men, men had daar een woord voor, de paresia. Het vrijmoedige spreken. Zeggen van datgene... Wat in de publieke ruimte verzwegen en miskend werd. En dus de Grieken noemden dat de paresia. En ik probeer dat in de mate van het mogelijke te blijven doen. En ik moet eerlijk zijn, ik kan alleen maar zeggen dat ik daar een bijzondere, wezenlijke voldoening in vind. Die een soort... rustige voldoening die voor mij ruimschoots de pijn compenseert die gepaard gaat met het gekwetst worden van uw ego en imago door mensen die je wegzetten als onwetenschappelijk of als corona-ontkenner of als complotdenker of als om het even wat. En voor mij de voldoening van die woorden te spreken waarvan je zelf oprecht vindt dat het juiste woorden zijn, weegt daar ruimschoots tegenop. En hoe meer ik het doe, hoe rustiger en vastberadender ik word om het te blijven doen. Dat is een van de mooie... vruchten, een van de mooie zaken die deze crisis mij al gebracht heeft. Meer en meer besef krijgen van de rustige voldoening die een zo oprecht mogelijk spreken brengt, ook als het in bepaalde opzichten nadelig is voor jezelf of afbreuk doet aan je imago. Nog eens, niet vanuit de overtuiging dat wat je zegt noodzakelijkerwijs de waarheid en de enige waarheid is, maar gewoon, ik vind dat je dat voelt op een bepaald moment. Dat je zegt van, kijk, eigenlijk vind ik, als ik oprecht ben, dat wat er daar gezegd wordt niet klopt. Als ik even geen rekening houd met de reacties van anderen, vind ik dat dit juist zou zijn om te zeggen. En dat is iets wat, ja, waarheid, dat is de grote vraag van wat is waarheid? Hè? Dus veel mensen hebben zich daarover gebogen. Hè. Iemand als Foucault heeft daar op een prachtige manier over gesproken. Hè. Heeft het onderscheid gemaakt tussen retoriek en waarheid bijvoorbeeld. Hè. Hij zei, retoriek is een vorm van spreken waarbij je probeert om bij de ander overtuigingen en denkbeelden te wekken waar je zelf niet in gelooft. Nee, dat is een bepaalde virologen, zonder namen te noemen... kunnen we al invullen, denk ik. Zijn dat precies, hebben dat precies tot een kunst vergeven. Nee. En steken er ook niet onder stoelen of banken. Dat is het meest opmerkelijke. En dat ze dat ook toegeven, dat hun spreken een vorm van retorisch spreken is.
Foucault contrasteerde daar waarheid aan en hij zei er direct bij, waarheid is veel moeilijker definieerbaar. Maar hij onderscheidde bijvoorbeeld vier vormen van waarheid spreken. Hij zei van, er is ten eerste de profetie, een soort aanvoelen van de toekomst, van wat er gaat komen, en het ook onder woorden brengen van dat aanvoelen. Je hebt een tweede, de wijsheid, zei hij. Dat is een vorm van weten dat gepaard gaat met een besef dat wat je weet, dat je dat niet direct kan overbrengen en dat je ook geen behoefte voelt om het direct op te dringen aan de ander en waarbij je er bij gevolg het zwijgen toe doet, de wijze onwetendheid, een soort positie aanneemt van kijk, ik weet, maar ik heb niet de nood om de ander ervan te proberen overtuigen. En dus je hebt de profetie, de wijsheid, die dus vooral met stilte gepaard gaat. Wijsheid gaat vooral met stilte gepaard. Dan heb je de technie, zei Foucault. Dat is een soort technisch correct spreken, een soort onderwijs eigenlijk, waarbij je zegt van kijk, ik ga je zo goed mogelijk logisch uitleggen hoe een of ander fenomeen in elkaar zit. Dat is de technie, ook een vorm van waarheid spreken. Dat leunt zeer dicht aan bij wetenschap. Mm-hmm. Dus en vandaar, wetenschap is altijd eigenlijk een van de vormen van waarheid spreken geweest. En we zien nu, dat is een van de opmerkelijke observaties in deze crisis, dat het verwoordt tot een vorm van retoriek. Wetenschappers zien het niet meer als hun plicht om zo waarheidsgetrouw mogelijk te spreken. Nee, ze zien het als hun plicht om de bevolking te proberen in een bepaalde richting te drijven. Dus noods door het opwekken van verkeerde voorstellingen. We hebben dat gezien. In Groot-Brittannië zijn er nu een aantal wetenschappers die toegegeven hebben dat ze de bevolking intentioneel misleid hebben om hen meer angst aan te jagen. En die dus zelf in de mond nemen dat de toegepaste methoden totalitair van aard waren. Dus dat is een week of twee geleden in de kranten verschenen. Mm. Je hebt die drie. Dus je hebt, om terug te keren naar de vormen van waarheid spreken, je hebt de profetie, de wijsheid, de technie. En dan heb je ook nog de paresia, zegt Foucault. Dus het vrijmoedige spreken, de moed om in de publieke ruimte te zeggen wat iedereen lijkt te miskennen. En dat is een vierde vorm van waarheid spreken. Nu, dat is zeer interessant. Je hebt inderdaad een soort, die twee vormen, retoriek en waarheid. Waarheid die veel moeilijker vast te krijgen is, wat het precies is, dan retoriek. Maar die zeer noodzakelijk is. Foucault zei van, als er niet voldoende waarheidsspreken aanwezig is in een maatschappij, gaat ze kapot. Hè. En er is, zonder waarheidsspreken kan er geen maatschappij overeind blijven. En ik denk inderdaad, ik hoop dat genoeg mensen het te blijven proberen om niet in de eerste plaats mee te gaan in een verhaal dat hen aanzien geeft bij de grote groep of in een verhaal waarmee men niet tegen de stroom hoeft in te gaan, maar wel proberen zo oprecht mogelijk uit te spreken wat volgens hen de juiste en de meest oprechte woorden zijn. Hey, het is wel grappig, want je komt hier eigenlijk bijna uit bij de essentie van mijn podcast, The Truman Show, zeg maar op zoek naar de waarheid. En mijn instelling gedurende deze hele podcastreeks, zeg maar, waarin ik volgens mij, als ik terugkijk naar mijn eerste tot waar ik nu ben, de groei die ik zelf heb doorgemaakt in die podcastserie immens is. En dan niet per se omdat ik alles van waarheid aanneem wat de gasten in mijn podcastserie zeggen, maar meer omdat ik er zo blanco in ga, omdat alles kan waar zijn, maar alles kan ook niet waar zijn. Mm. En dat is soort van mijn uitgangspositie. En dat is ook altijd mijn uitgangspositie die ik hoop die mensen over zullen nemen. Dat hoe gek het verhaal ook is, weet je. Ik heb vorige week met dokter-ingenieur Koen van Meren gezeten. Die heeft zich heel erg verdiept in ufo's en in aliens en in alles wat daarbij komt kijken. In eerste instantie een verhaal wat voor mij klinkt als echt de meest rare theorie die er bestaat, weet je wel. Maar ja, een ruimtevaartwetenschapper die daar onderzoek naar heeft gedaan. En mijn visie is dan altijd van ja, hoe raar het verhaal voor jou ook klinkt, hoe bizar het ook is. Je kan pas echt bij een soort van waarheid komen of een gevoel voor waarheid bij jou is op het moment dat je alles durft los te laten om bij dat punt uit te komen eigenlijk. Mm. En dat is zo het probleem wat ik nu ook zie bij heel veel mensen, is dat vast blijven hangen en ook wat we in het begin weer zeiden, is dat beginpunt van waar eik je beginpunt van wat waar is en wat niet waar is, zeg maar. Waar begin je? En als dat dan
Ja, ik heb een keer met een fact-checker in Nederland in de clinch gelegen. Die dan, ik had iemand in de podcast en toen ging het op een gegeven moment over Flat Earth. En ik zei, het enige wat ik daarin stelde is dat ik er geen onderzoek naar heb gedaan. Dus dat ik eigenlijk nog niet precies weet hoe die aardbol eruit ziet. Niet zonder te zeggen dat ik zeg dat de aarde niet rond is of zo. Maar dat is gewoon hetgeen wat ik zei om duidelijk te maken van, goh, ik wil het onderzoeken, dan weet ik het pas. En wat een van die fact-checkers volgens zei van, haha, hij is een flat earther en hij gelooft in de flat earth theorie. En dat kan niet, want we hebben ons op de basisschool al geleerd dat de aarde rond is. Maar dat is niet een argument voor mij om aan te nemen dat de aarde rond is, omdat het me op de basisschool al geleerd is. Het is pas voor mij een soort van waarheid als ik er zelf onderzoek naar heb gedaan en in mijn ogen verschillende theorieën heb kunnen bekijken of beluisteren voordat ik uitkom en voor mij zelf een oordeel te kunnen vellen over wat iets waar of niet waar is. En dan hou ik er nog steeds rekening mee dat het niet waar is. Alleen, volgens mij zijn we dat compleet verloren ook door de periode. En is dat we altijd maar uitgaan van één bepaalde waarheid en dat is dan de waarheid. Wie bepaalt dat nou weer? Ja, inderdaad. Maar daar komen we inderdaad terug op de vraag van wat is waarheid? Hè? Die een zeer, zeer moeilijke vraag is. Hè? Ik denk dat waarheid in de eerste plaats, je zou het op twee manieren kunnen benaderen, denk ik. Aan de ene kant, hè, zoals Hegel het benaderde. Hegel zei, als er zich een bepaalde theorie vormt en een bepaalde theorie algemeen aangenomen wordt, dan onvermijdelijk, doordat theorie altijd iets anders is dan realiteit. Een theorie is een theorie. En je hebt dan daarnaast heb je het reële. Zegt hij, naar gelang een theorie ingeburgerd raakt en algemeen aanvaard wordt in de maatschappij, over wat het nu ook gaat, die theorie, begint er zich meer en meer iets af te tekenen dat ontbreekt aan de theorie. En ben je meer en meer te voelen dat de theorie niet compleet is. En Hegel zei, waarheid zei, dat is dat stukje weten dat aan de gevestigde theorie ontbreekt om haar volledig te maken. Dus je voelt, een verhaal wordt dominant in de maatschappij en automatisch ben je te voelen dat er iets niet klopt in het verhaal en dat er iets gemiskend wordt door het verhaal. En op dat moment, als je voeding krijgt met datgene dat miskend wordt, op dat moment, en je begint dat uit te spreken, voel je, hier raak ik iets wezenlijks. Ik geef iets met mijn woorden dat ontbrak aan wat iedereen voor juist aannam. En dat is een moment, zei Hegel, waarop je het gevoel hebt van de waarheid te spreken. Maar die nieuwe waarheid wordt in veel gevallen dan ook opgenomen in de theorie. En ze wordt theorie en ze wordt zelf. Stopt ze met waarheid te zijn. Ze wordt ook deel van de gevestigde theorie. Mm. En er rijst dus een nieuwe waarheid op. Iets nieuws. Iets dat je weer niet goed kan vatten, dat buiten het dominante verhaal ligt, maar dat weer zit te dringen en waarvan je voelt van, ja, er zit daar iets dat we nodig hebben om de zaak echt goed te begrijpen. En in dat opzicht zei een Franse filosoof, ik ben zijn naam vergeten, maar waarheid, zei hij, is altijd nieuw. Waarheid is altijd nieuw. Als een waarheid onder woorden gebracht wordt ze opgenomen in de muur van de taal en van de theorie. En ze verstart, ze sterft en ze stopt met waarheid te zijn. En dus er ontstaat een nieuwe soort waarheid. Dat is één manier waarop je zou kunnen zeggen van, ja, waarheid is iets moeilijks en iets ongrijpbaars. Eigenlijk vereist het spreken van de waarheid altijd opnieuw de moed om datgene te durven uitspreken dat niemand anders wil uitspreken en dat miskend wordt. En dat is eigenlijk op elk moment als je de voldoening wilde ervaren en van het contact en de nabijheid van de waarheid, moet je altijd weer de moed hebben om tegen het gevestigde weten in te gaan. In dat opzicht, voor mij is dat iets belangrijks, omdat het ons toont dat waarheid niet zozeer een kwestie is van een absoluut weten of zoiets. Nee, het is iets dat verbonden is aan de moed om iets te laten spreken, dat verzwegen wordt door de groep, dat miskend wordt, en dan nogthans hoogst noodzakelijk is om de theorie levendig te houden en de maatschappij leefbaar te houden. Dat is één benadering, denk ik. Eén visie op waarheid die voor mij wel belangrijk is. Maar daarnaast is ook het spreken van waarheid is ook echt een ervaring, vind ik. En als je eigenlijk, wanneer heb je het gevoel dat je de waarheid spreekt? Dat is op het moment, denk ik, dat je vanuit jezelf het gevoel hebt van, kijk, de woorden die ik nu spreek, die
dragen iets, die bevatten iets van mijn eigen wezen. Die zijn een soort omhulsels, een soort vormen waarin iets echt, iets, waarin ik iets geef, waarin ik iets naar buiten breng van mijn eigen ervaringswereld. En op dat moment, op het moment dat je dat gevoel kunt hebben, dan zeg van kijk, inderdaad, wat ik hier nu zeg, dat geeft echt uitdrukking aan iets dat in mij leeft, in mijn lichaam trilt, in mijn lichaam vibreert. En op dat moment krijgt een woord een waarheidsgehalte, denk ik. En in dat opzicht kunnen we een waarheid... voor sommige mensen zal het een wezenlijke waarheid zijn dat de aarde plat is, denk ik. En we zullen daarmee uitdrukking geven aan iets. Misschien, denk ik, dat in veel gevallen dat een mens nog een weg af te leggen heeft om te beseffen waaraan hij precies uitdrukking heeft. Je kan. Maar ik denk inderdaad dat waarheid heeft altijd iets persoonlijks. Iets persoonlijks. En vooral, denk ik, heeft veel te maken met een soort geslaagde ontmoeting tussen iets wat je in jezelf voelt, iets reëel dat je voelt trillen in jezelf, en een aantal woorden waarvan je zegt van voilà, kijk. Hè. Daarmee, met die woorden, geef ik iets dat in mezelf leeft aan de ander. Die woorden, Lacan, een Franse psychoanalist, definieerde ongeveer zo het volle spreken. Hij gebruikte het woord waarheid, maar hij als equivalent gebruikte hij ook het woord volle spreken. Een spreken wordt vol als er werkelijk, als er in de woorden die je uitspreekt, iets meegegeven wordt dat echt in jezelf leeft. En dat is op dat moment krijgt spreken een volheid en een waarheidsgehalte. En als we dat proberen te doen, ja, dan komen we steeds dichter bij onszelf, denk ik. Het is dat die vorm van spreken die zorgt dat de vervreemding ten aanzien van onszelf, het gevoel dat we meelopen in een holle wereld die over ons heen raast en die volledig bepaald wordt door andere mensen. Ik denk dat op dat moment, door dat soort spreken, die ervaring verminderd wordt, doorbroken wordt en dat we echt dichter bij onszelf komen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, om de vervreemding te stoppen, moeten we de moed hebben om die dingen te zeggen waarvan we het gevoel hebben van bij onszelf dat ze juist zijn, dat ze uitdrukking geven als iets dat voor ons juist is en dat in veel gevallen zal ingaan tegen wat de groep als juist acht. Mm. Dus, als we die moed hebben en we zullen we langzaam voeding krijgen met het fenomeen waarheid en zal de vervreemding ten aanzien van onszelf langzaam stoppen. Mm. En we moeten daar nog aan toevoegen. Als we een ander vinden die bereid is om het te horen. Dat is zeer belangrijk. We kunnen, ons waarheid blijft een eenzaam iets als we haar niet kunnen geven aan een ander. En dus, ik denk dat dat ook een wezenlijk onderdeel is. En maar hoe zie je dan nu de rol van bijvoorbeeld de wetenschappers of de mensen die het beleid met hand en tand verdedigen, die daar ook vocaal in zijn, die daarmee naar buiten treden? Ik bedoel, er zijn ook een aantal mensen met wie jij eventueel of niet in debat zou treden, weet je wel. Ik bedoel, kunnen we misschien later nog even over hebben, maar zij spreken in hun ogen misschien ook wel de waarheid. Ja, dat is een goede vraag. Het is altijd gevaarlijk om te oordelen over de woorden van een ander. Hmm. Maar toch steken veel van die wetenschappers niet onder stoelen of banken dat ze de zaken soms wat anders voorstellen dan ze zelf denken dat ze zijn. Vinden ze het hun plicht om de bevolking ongerust te maken? Om nog eens naar een vooraanstaand viroloog te verwijzen, wiens naam ik nu ook niet zal noemen. Zij open en bloot, zonder merkbare schaamte, een aantal weken geleden, dat de experts de bevolking tijdens de krokusvakantie bewust bang hadden gemaakt. Dan zit je echt bij de retoriek. Hè. Dan zit je echt bij het proberen om anderen van iets te overtuigen waar je zelf niet in gelooft. Voor alle duidelijkheid, ik denk dat we dat soms moeten doen. En we kunnen niet in allen tijden proberen de waarheid te spreken. Waarom niet? Ik denk dat
het menselijk wezen een bepaalde vorm, een bepaalde mate van schijn nodig heeft. Ik denk dat in alle opzichten. Dat een mens kan nooit volledig open en eerlijk zijn. Een mens gaat altijd tot bepaalde hoogte een bepaald imago ophouden, zichzelf een stuk verbergen. Dat is bijvoorbeeld ook waarom hij zich kleedt. Dat is op een of andere manier, in tegenstelling tot een dier, heeft een mens het de nood om zichzelf voor een stukje te verbergen. En ik denk dat dat onvermijdelijk is en ook niet verkeerd is. Maar het wordt pas echt problematisch. Bijvoorbeeld, dus een ego als mens. Het ego is een vorm van een identificatie met een bepaald uiterlijk beeld, een imago, dat we niet echt zijn. We zijn ons imago niet echt. Maar toch hebben we het tot een bepaalde hoogte nodig. Je kan dat psychologisch, denk ik, ook wel een stuk uitleggen van dat we allemaal het ophouden van een bepaalde schijn nodig hebben en dat op een of andere manier noodzakelijk is voor het menselijke wezen. Maar is dat niet juist een heel groot onderdeel van het probleem? Ja, als het te groot wordt, denk ik. Als de schijn, als het vlies van de schijn te dik wordt, te groot wordt, dan wordt hij versmachtend en absoluut desastreus voor het menselijke bestaan. We moeten, ik denk daarbij aan de woorden van een samurai grootmeester, van wie ik regelmatig boeken lees. Die zei van, je moet niet de ambitie hebben om geen ego te hebben, zei. Dat is eigenlijk onnodig, zei. En net die ambitie is soms een manifestatie van het ego op zich. Hè, van te proberen absoluut zonder ego te zijn. Maar hij zei, je moet wel de kunst ontwikkelen om je ego soms helemaal opzij te zetten. Om zuiver en ongekunsteld je imago te laten vallen. En eerlijk, oprecht, zonder de behoefte om te bedriegen of om te misleiden, de woorden te spreken zoals ze komen. En dus, ik denk dat het achterwege laten van elke vorm van schijn, van elke vorm van ego, iets is dat we van tijd tot tijd kunnen realiseren, maar misschien niet altijd. Misschien hoeft het niet ook. Ook schijn. Hè. Ook schijn is iets dat bestaansrecht heeft en dat misschien eigen is aan het menselijke wezen. Maar jammer genoeg, hè, maar het mag niet zo ver gaan dat we niet meer in staat zijn om oprecht te zijn en de waarheid te spreken. En dat we niet meer beseffen op welke momenten het absoluut noodzakelijk is dat we de waarheid spreken. Ik merk dus aan mezelf dat, en ik probeer echt ook gewoon door het afgelopen jaar, weet je, ik probeer echt aan mezelf te werken en dichter bij mezelf te komen. En ik merk eigenlijk dat, ik bedoel, een maatschappij die zo op ego gedreven is, en dat is deze maatschappij die zo eigenlijk het ego verheerlijkt, dat ik probeer dat echt terug te brengen zoveel mogelijk. En ik bedoel, door mijn jaren heen in de dance en whatever, heb ik echt mijn ego gevoed. Dus, maar ik merk nu dat het moment dat ik me toch laat leiden door mijn ego, dat ik me dan toch laat verlokken tot een bepaalde discussie, of dat ik me toch merk van, hey, waarom voel ik me nu zo bij een reactie van iemand, of weet je, dat toch allemaal ego-driven, dat de besluiten die ik onbewust toch neem voortbordurend op dat ego altijd de verkeerde zijn. Ja, dat denk ik ook. Maar in dat geval is het misschien zo dat het ego echt het leidinggevende principe wordt in het leven. En dat het ego de beslissingen neemt. Terwijl het ego misschien eerder een bijrol zou moeten toegekend worden. Mm. In plaats van een hoofdrol. Ik kan het ook hoor. Ik heb in mijn leven ook, denk ik, vaak mijn ego gevolgd. Ik heb gestudeerd voor een diploma. En veel dingen gestudeerd die ik niet zo interessant vond. Mijn studeren was soms gedreven vanuit de wens om een diploma te behalen en niet vanuit een pure passie om te weten of ik zonder ego gedoctoreerd zou geweest zijn en professor zou geworden zijn, betwijfel ik. Ik denk dat ik een bepaalde ambitie had, een bepaalde wens om mijn imago op een dergelijke manier uit te bouwen dat het mij een bepaald aanzien gaf in de maatschappij. Dat zal aanwezig geweest zijn. Ik ontdek nu toch ook, en ik denk dat dat altijd ook wel zo geweest is. Ik heb daarnaast
denk ik altijd. Ook een bepaalde vorm van... vanuit een bepaalde vorm van oprechte waarheidsliefde gestudeerd en gesproken en kennis verzameld. Ook dat was aanwezig. En ik hoop ook, hè, ik voel dat het mij altijd een bevrijding geeft als mijn ego, als de nood aan ego vermindert het vermogen om oprecht en zonder misleiding en schijn in de wereld te staan. Toeneemt. Dus ik denk het ook en ik herken het volledig hoor. Allee, bedoel ik, dat herken ik. Hè, van als je de keuzes die je maakt vanuit je ego of in functie van je ego, die zullen zelden u tot echte voldoening brengen, denk ik. Mm. Dat denk ik ook. Maar je moet eigenlijk, is het zeer interessant ik zou daar een zeer technisch-psychologische uitleg kunnen aan toevoegen omtrent het ego. Eigenlijk ons ego is de zetel van het narcisme, zegt bijvoorbeeld Lacan, een Franse psychoanalist Lacan. En eigenlijk kan je dat, het oprijzen van het ego, kan je heel precies situeren in de levensloop. Hè. Dus eigenlijk ergens tussen de 6 en de 9 maand gaat een kind voor het eerst zichzelf gaan herkennen in de spiegel. En op dat moment kan het kind zich voor het eerst een soort globaal beeld vormen van zijn eigen lichaam en van zijn eigen wezen. En dat gebeurt onder zeer typische omstandigheden. Dat gebeurt meestal als het kind op de arm van de moeder zit en de moeder naar de spiegel wijst en zegt van kijk, dat zei jij. En meestal gaat dat gepaard bij de moeder met een soort blijdschap en een soort vreugde. En omdat ze natuurlijk dat het kind graag ziet en het kind deelachtig wil maken en dat graag zien en zegt van kijk, dat zei jij. Dat is het beeld dat ik graag zie. En daarmee krijgt het kind voor het eerst een duidelijk besef van hoe het er moet uitzien om graag gezien te worden door de ander. Mm. En dus het ziet plots een uiterlijk beeld dat eensklaps een vraag beantwoordt waarmee het eigenlijk al ganse tijd worstelde tijdens de eerste maanden van zijn leven. Namelijk van wie moet ik precies zijn om mij van de liefde van mijn moeder te verzekeren. Mm. Dus dat beeld heeft, dat uiterlijke beeld heeft een antwoord en geeft het kind het gevoel van als ik er zo uitzie, dan ben ik het object van de liefde van mijn moeder. Mm-hmm. En dat is dus het eerste. En dat zorgt bij een kind voor een soort reactie die je bij geen enkel ander dier ziet. Een soort jubelen. Een soort enorm enthousiaste, jubelende reactie. Een kind lacht en kraait van vreugde op dat moment. En Charles Darwin, merkte al op, toen hij zijn kleinzoon observeerde, was een zeer scherpe observator, merkte al op dat die reactie bij geen enkel ander levend wezen voorkwam. En hij zei van, er zijn bepaalde apen die zich herkennen in de spiegel, zei hij, maar geen enkele van die apen jubelt en is enthousiast als ze voor het eerst zichzelf herkennen in de spiegel. Dat komt alleen voor bij de mens. En inderdaad, je kan dat uitleggen waarom dat alleen voorkomt bij de mens. Maar goed, hè. Dus op dat moment, van het in de spiegel kijken, kan een kind zich voor het eerst zichzelf voorstellen als een visuele eenheid en heeft het gevoel van ik ben het object van de liefde van de ander, van het verlangen van de ander. En dat is precies wat sommige mensen eindeloos opnieuw zoeken. Ze proberen dat perfecte imago te belichamen, waarmee ze het gevoel kunnen hebben van het te zijn voor de ander. En dat is ook wat men zegt van een vrouw of een man die zeer ijdel is. Ze of hij denkt dat hij of zij het is. Dat is eigenlijk onuitgesproken bedoelt men daarmee het object van het verlangen van de ander. En nu, dat is inderdaad, dus dat die identificatie met een soort uiterlijk ideaalbeeld, met een soort, is aan de ene kant de zetel van het narcisme en van de ijdelheid. Een soort ervaring die ons een gevoel heeft van alles te betekenen voor de ander en die we in veel gevallen hardnekkig terug opzoeken. Maar terzelfde tijd, je ziet ook dat die ervaring wel noodzakelijk is. Je ziet van voor de leeftijd van 6 à 9 maand, dus voor een kind zichzelf herkent in de spiegel, heeft het geen besef
dat zijn lichaam een eenheid vormt. En letterlijk denkt het, weet het niet, waar zijn eigen lichaam stopt en waar het lichaam van de ander begint. Een kind snapt niet, als het de moeder aanraakt bijvoorbeeld, dat het lichaam van een ander aanraakt. Dat is iets zeer raars. Een kind weet niet waar het eigen lichaam stopt en het lichaam van de ander begint. Ook als een kind. Een kind kan geen enkele van zijn ervaringen, van zijn lichamelijke ervaringen, op een precieze plaats lokaliseren. En als een kind in de arm geprikt wordt, gaat het niet naar de plaats kijken waar het geprikt wordt. Omdat het gewoon die sensatie niet kan verbinden aan een bepaalde plaats in het volledige lichaamsbeeld. Het heeft niet de beschikking over een lichaamsbeeld. En je ziet dus, dus in het spiegel, rond de 6 à 9 maand, gaat het kind voor het eerst wel een besef gaan krijgen van een globaal lichaamsbeeld. Maar bij sommige mensen valt dat onder bepaalde omstandigheden terug weg. Hè. En in dat geval, als dat besef van een globaal lichaamsbeeld, als het ego volledig verbrijzeld raakt, gaat iemand terug de ervaring hebben dat zijn lichaam verbrokkeld is en niet één geheel vormt. Dat is typisch wat er gebeurt in de schizofrenie. Dus je ziet eigenlijk dat in de schizofrenie hebben mensen het gevoel dat het lichaam verspreid ligt over de kamer vaak. Hè, dat het lichaam geen geheel meer vormt. Mm. Dus je ziet dat aan de ene kant een soort identificatie met een uiterlijk ideaalbeeld is aan de ene kant inderdaad de basis van de ijdelheid en van het narcisme. Maar aan de andere kant hebben we het ook wel echt nodig om onszelf één geheel te voelen en om een bepaalde gevoel van psychische eenheid en coherentie te hebben. Dus ik denk, je kan er nog veel verder uitleggen, maar ik denk dat het vooral een kwestie is dat uiterlijke ideaalbeeld niet al onze aandacht opslorpt en niet al ons streven opslorpt. Dat het een soort iets is dat wel aanwezig is, maar dan niet het leidinggevende principe in ons leven wordt. De scheidslijn, want ik zit zo naar je te luisteren, en de scheidslijn is natuurlijk enorm dun tussen waar je aangeleerd wordt of bepaalde dingen, constructen worden aangeleerd om te passen binnen het maatschappelijk beeld. En om, weet je wel, waar begint het klein houden van de potentie van de mens? Want jij zegt nu, en ik neem het van je aan hoor, dat we hebben ego nodig om ons eigen lichaam, de grenzen van ons eigen lichaam aan te kunnen voelen, zeg maar. Maar vervolgens worden ons een hele hoop dingen aangeleerd, voortbordurend of vanaf het eerste moment ons dingen worden aangeleerd, waardoor misschien wel wij denken van ja, hè, dat leert jou menselijk zijn of je lichaam kennen of whatever. Maar misschien begint al daar bij het wegnemen van de potentie van het wezen wat wij eigenlijk zijn. Ja, absoluut, absoluut. Dus daar begint de vervreemding. Want dat ideaalbeeld wordt aangewezen door een ander. In eerste instantie de moeder, maar later ook gans de maatschappij. Die u zegt van zo moet je eruit zien, hè? Zo moet je zijn om goed te zijn. En in dat opzicht verliezen we daar de voeling met ons eigen wezen. Want in plaats van dat we leven vanuit iets wat we in onszelf voelen opborrelen, gaan we leven vanuit iets wat een ander ons oplegt. Een ideaalbeeld dat door de ander opgelegd wordt. En inderdaad, daardoor zorgt het ego voor een vervreemding van onszelf. Het ego, maar het ego, zei Lacan ook, plegen we een soort zelfmoord. We, hoe meer we opgaan, en Lacan noemde het een constituerende zelfmoord. Aan de ene kant hebben we dat ego nodig, maar aan de andere kant zorgt het ons proberen gedragen volgens het ideaalbeeld dat de ander aanwijst, voor een radicaal verlies aan zelf, aan ervaring van eigenheid. Dus dat klopt zeker. En het ego heeft daarnaast ook nog een zeer verregaande effect. Hoe meer we aandacht we besteden en hoe meer psychische energie we investeren in dat uiterlijke ideaalbeeld, dus in dat beeld dat een soort grens trekt rond onszelf, dat zegt van dat ben jij, hoe meer energie we daaraan besteden, hoe sterker we die visuele grens rondom onszelf maken, hoe minder we tot empathie in staat zijn. En dus die twee zaken gaan samen. Mm. Dus doordat we letterlijk voor onze geest ons concentreren op ons ideale zelfbeeld, zien we minder het beeld van de ander die voor ons zit, leven we ons ook minder in dat beeld van de ander, krijgen we minder voeling met de ander en ontstaat er minder empathie. Dus dat ego heeft inderdaad twee
zeer problematische effecten. Het vervreemdt ons van onszelf en van de ander, vreemd genoeg. Hè? Ja. Van de connectie met de ander. Dus het ego als narcistisch visuele structuur heeft dat dubbele effect. Dat het ons zowel vervreemdt van onszelf, omdat het ego tenslotte dat ideaalbeeld wordt ons aangereikt door anderen, want we proberen precies het ideale object van de ander te zijn. Dus moeten we afgaan op wat de ander aanwijst als ideaalbeeld. Dus dat is één iets. Het vervreemdt ons van onszelf en zorgt dat we het leven van een ander leven. Iets wat zeer duidelijk vaak verwoord wordt door mensen die een psychotherapeut bezoeken. Hè. Je hoort mensen regelmatig zeggen van ik heb het gevoel dat mijn leven helemaal geslaagd is aan de ene kant. Van ik heb een job die ik wilde, ik verdien geld, ik heb het huis dat ik wilde. En terzelfde tijd heb ik het gevoel dat ik vergeet met wat ik zelf wil. Je hoort dat regelmatig op die manier verwoorden. Mm. Van, dus je hebt dat effect, je vervreemdt van jezelf. En inderdaad, je wordt door het opgaan in dat ideaalbeeld van jezelf, word je niet meer in staat om echt onbevangen je in te leven in het beeld, in de ander. Zoals hij, in het beeld van de ander. Ja. Dat klinkt zo essentieel eigenlijk. Als je daarvan uitgaat en dat meeneemt, zeg maar, dan klinkt het eigenlijk zo essentieel ook voor weer de huidige tijdsgeest waarin we zitten, waar alles zo ego-driven is inderdaad. En ja, je kan zo diep gaan als je wilt dus. En dat zouden we eigenlijk moeten doen in mijn ogen ook. Gaan ze even een keer wat dieper dan het oppervlakkige wat we de hele tijd doen. En dat ego-driven de hele tijd. Dat is voor mij, het klinkt gewoon bijna essentieel gewoon. Mm. Ja. Ik denk het ook, dat het de essentie van het leven redelijk dicht benadert. Wanneer heeft een mens het gevoel van te bestaan? Hè? Dat is als hij, denk ik, als hij resoneert met anderen, met zijn natuurlijke omgeving bijvoorbeeld. Hè? Dus op dat moment, op het moment dat je denkt aan alle mystieke ervaringen, en mystieke ervaringen bestaan er in wezen uit dat je een soort direct contact ervaart tussen uzelf en een fenomeen in de natuur. Het kan een boom zijn, het kan een storm zijn, het kan een landschap zijn. Het kan, kan van alles zijn in de natuur. En dat gevoel van dat er een soort versmelting is tussen uzelf en uw omgeving is denk ik in vele opzichten de kern van de mystieke ervaring en kan maar gerealiseerd worden als je het ego achterwege kan laten. Mm. Dat is het precies. Hè. Dat is precies die... Het is het beeld van jezelf, letterlijk. Ik vind dat, voor ik echt met Lacan bezig was, dacht ik nooit... Ik had wel die vermoedens of die intuïties, maar ik had niet het gevoel dat je het zo concreet kon voorstellen. Maar waar een mens zijn ervaringen opgesloten zit, is letterlijk zijn eigen ideaalbeeld. Mm. Hij blijft daar binnen. Al zijn energie focust zich, investeert hij in dat ideaalbeeld. En daarom blijft hij in dat beeld opgesloten. En hij doet dat voor een groot stuk uit angst. Hè? Omdat hij onzeker is over wie hij moet zijn om graag gezien te worden door de ander. Daarom precies klampt hij dat beeld zo vast. Maar hoe meer hij zich daaraan vastklampt, hoe meer hij vervreemd van zichzelf. En ook geïsoleerd raakt van echt elk echt contact met zichzelf, met de ander, met de natuur, met alles rondom hem heen. En dus op een of andere manier moet de mens uit die spiraal zien te geraken van zich angstig vastklampen aan het ego als manier om het gevoel te hebben dat hij iets betekent voor de ander en voor de wereld. Je moet zich daaruit kunnen losmaken en zo langzaam, van tijd tot tijd, tot een inderdaad een soort direct resonantie. Ik gebruik graag het woord resonantie, omdat dat het juiste woord is, volgens mij. Het vermogen ontwikkelen om te gaan resoneren met het andere, met wat zich rondom hem bevindt. Het is grappig, want ik had van een week een stukje tekst geschreven over loslaten. Ik had wat gesprekken gevoerd en wat dingen meegemaakt. En ik schrijf het dan graag op. En voor mij was het hoofdthema loslaten. Van in de tijd waarin we nu leven, moeten we de systemen durven los te laten. Je moeten we
mensen durven los te laten die niet mee kunnen in het loslaten van de systemen? Moeten we denkbeelden kunnen loslaten die we ooit hebben gedacht wat waarheid was, wat ons geleerd is? Maar misschien is eigenlijk nog wel essentiëler, en degene die ik daar niet heb opgeschreven in dat rijtje, moet je jezelf durven los te laten. Ja, een deel van jezelf, ja. Het imaginaire gedeelte van jezelf. Het ego-gedeelte. Is niet, ja, inderdaad, dat denk ik ook. Ik denk dat dat eigenlijk... En daar raken we ook, ja. Maar dat voert ons nog veel verder, hè. Daar raken we ook de rol die waarheid en oprecht spreken speelt. Naar gelang je meer het gevoel hebt om met je woorden iets van jezelf aan een ander te kunnen geven. Om via oprechte woorden, in de zin van woorden die echt iets bevatten van je eigen wezen, iets aan de ander te kunnen geven, naar gelang je daar meer in slaagt, haal je van daaruit meer de ervaring dat je iets betekent voor de ander. En heb je, met andere woorden, minder de noodzaak om via je imago en je uiterlijke beeld je van een plaats in het verlangen van de ander te realiseren. Dus die twee hangen, er is een verband tussen. En vandaar dat als mensen doorheen een langdurige psychoanalyse of psychoanalytische therapie gaan en daar leren om oprecht te spreken en vol te spreken, zie je meestal dat ze beetje bij beetje meer in staat zijn om het register van de schijn, van het imago, van het uiterlijke ideaalbeeld los te laten, een minder belangrijke plaats te laten krijgen en meer tot liefde in staat worden. Tot oprecht resoneren met een ander. Oprecht een ander, of tot een soort aanvoelen, directer aanvoelen van een ander. En tot vooral tot het iets uitwisselen van de eigen ervaring via spreken met een ander. En dus die zaken zijn verbonden met elkaar. En dus hoe meer je de kunst van het goede spreken, het oprechte spreken, cultiveert, hoe minder je nood hebt aan het register van de schijn en het uiterlijk. En je ziet dat in een ganse maatschappij ook. Hoe meer waarheid spreken verdwijnt in een maatschappij, hoe meer die maatschappij inzet op schijn, op uiterlijke schijn, op het realiseren van uiterlijke ideaalbeelden. En het omgekeerde geldt ook. En hoe meer oprecht spreken er gepraktiseerd wordt in de maatschappij, hoe meer mensen, hoe meer belang er in de publieke ruimte gehecht wordt aan oprecht spreken, aan echt open debat, hoe minder belangrijk het register van de schijn wordt. Hoe minder belangrijk het uiterlijk wordt, hoe minder belangrijk uiterlijke ideaalbeelden worden. Ik heb het altijd over dat we dat onze systemen op zijn. Hè? Ik noemde net al een beetje afscheid nemen van de systemen. Dus de politiek, het is klaar. De wetenschap, het is klaar. Het financiële stelsel, weet je. Ik bedoel, vorig jaar 80% van alle dollars ooit bijgedrukt. Het is allemaal klaar. Maar, en dat is bijna een soort van positieve benadering van het verhaal. Maar nu we hier zo over aan het praten zijn, komt er niet gewoon eigenlijk een enorme crash van het ego aan? En ik bedoel, zeg maar, in die zin positief, dat is dat dus echt, als dat zo is, is dat niet gelijk iets heel erg positiefs? Van komen we er niet achter dat de tijd, de manier hoe wij de afgelopen jaren hebben geleefd, hoe wij dit in hebben gedeeld, komen we nu niet eigenlijk er een soort van hopelijk massaal, maar in ieder geval een deel van de mensen en misschien steeds meer, achter dat hoe we dat hebben gedaan eigenlijk in en in slecht is en niks te maken heeft met daadwerkelijk een betekenisvol en goed leven leiden? Ja. Ja, ik heb ook wel het gevoel dat, dat in deze crisis dat er een bepaalde oude visie op het leven en op de mens aan het wankelen gebracht wordt. We zien inderdaad de wetenschap die een quasi ongelimiteerd geloofwaardigheid had voor de crisis. De wetenschap. Hè. We moeten opletten met de woorden. Een soort wetenschapsideologie. Hè. Ik zeg het altijd, ik vind dat een zeer belangrijk onderscheid. Maar wetenschap op zich, daar is hoegenaamd niets mis mee. Wetenschap is wel degelijk één van de wegen tot waarheid, denk ik. Het is niet de waarheid op zich, maar het is één van de wegen ernaartoe. Je kan via wetenschap voeding krijgen met de eeuwige en onuitsprekelijke
waarheden in het leven, denk eerlijke ik. Eerlijke wetenschap. Eerlijk en oprechte wetenschap. Mm. Zoals die beoefend werd door de mensen die de fundamenten van de wetenschap gelegd hebben. Mm. Maar je ziet dat een soort wetenschapsideologie die tot nu toe een quasi onbeperkte geloofwaardigheid had, of waar mensen quasi onbeperkt in geloofden. Want ja, wetenschap had wonderen gedaan. Hij had ons naar de maan gebracht, had supersnel internet gerealiseerd, enzovoort, enzovoort. Mensen hadden niet de mentale middelen om het onderscheid te maken tussen een soort wetenschap als een soort technische theorie die in staat stelde om bepaalde specifieke fenomenen beter te begrijpen en te sturen. En aan de andere kant een soort veralgemeende theorie over het leven, wetenschappelijke benadering van het leven die eigenlijk niet geen fundamenten had. Hè. Dus, maar goed, ik heb het gevoel dat die ideologie bepaalde onze maatschappij onder de oppervlakte. Nou, je had eigenlijk onze maatschappij werd aan de oppervlakte gestuurd door politieke partijen, door politieke ideologieën, allerhande, door socialisme, liberalisme, enzovoort enzovoort. Maar nu zie je dat al die politieke overtuigingen en ideologieën dat die van de kaart geveegd worden en dat de wetenschap, of dat een wetenschapsideologie, laat het mij zo zeggen, naar de voorgrond komt en eigenlijk het sturende principe wordt. En ik denk ook van dat dit nu, terzelfde tijd, met het naar voren komen van die ideologie, worden ook de beperkingen en de limiteringen en de onhoudbaarheid ervan elke dag duidelijker, denk ik. Bij meer en meer mensen beginnen te voelen dat er iets niet klopt in dat wereldbeeld. En beginnen zich af te vragen van wat is het alternatief? Hè? Dit kan het niet zijn. Hè? Dit kan niet de waarheid zijn waarvoor de mens bestemd is. Dit kan niet de waarheid zijn die op de mens wacht. Hè? Er moet iets anders zijn. Hè? En ik denk inderdaad dat mensen aan het zoeken gaan. Hè? En dat we in dat opzicht... ik denk dat niemand goed weet wat de uitkomst van die tocht gaat zijn. Maar iedereen, ik heb het gevoel dat veel mensen in beweging binnen te geraken en zich mentaal zich echt vragen binnen te stellen. Voelen van hier moet iets veranderen. En we gaan in onze zowel op praktisch als op mentaal vlak op weg gaan en op zoek gaan naar een andere manier van in het leven staan. Andere principes ook om een maatschappij te organiseren dan degene die we tot nu toe gekend hebben. Dat denk ik ook, ja. Er is iets ouds dat aan het wankelen wordt gebracht. En ik denk dat we mogen verhopen dat daar iets nieuws uit gaat voortkomen. Daar durf ik in geloven, ja. Ja, dus hoe zie jij de toekomst voor je dan? We hebben zo'n bizarre tijd achter de rug. En er zijn heel veel negatieve dingen aan deze tijd op te noemen. En je bent bijna voorzichtig met het positieve van deze tijd op te noemen, omdat het met zoveel leed gepaard gaat, weet je wel, voor de mensen die, alle bijeffecten van de hele periode waar we nu in leven en alles wat nu tot uiting komt. Alleen voor mij zie ik ook echt wel heel veel positieve dingen gebeuren. En op macroniveau, hè, als je nu heel erg ingezoomd gaat zitten, is het natuurlijk moeilijk om dat zo te benoemen. Al moet ik wel zeggen dat ik hoop dat mensen, zeg maar, met dit soort gesprekken, maar met andere gesprekken, ook gewoon de kracht vinden om zelf actie te gaan ondernemen hierin. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Je moet wel actie ondernemen. Maar ik denk dat, bottom line, dat in deze tijd waarin zoveel negativiteit gebeurt, er ook tegelijkertijd wel heel veel positieve dingen staan te gebeuren. Dus ik zelf zie wel in hoe dat positief is, kan zijn voor de toekomst. Ik ben wel benieuwd hoe jij dat zelf ook ziet. Ja, ik ook. Ik ga niet onder stoelen of banken steken dat iets aan deze tijd mij angst inboezemt. Ik had dat eigenlijk van in het begin. Ik ben nooit bang geweest van het virus op zich. Ik zeg daarmee niet dat ik vind dat het virus totaal ongevaarlijk is of zoiets. Daar gaat het niet over voor mij. Maar subjectief als mens ben ik daar nooit bang van geweest. Ik heb nooit die angst gevoeld. Maar ik ben wel, van in het begin had ik angst voor de maatschappelijke dynamieken die in beweging kwamen. En dus daar had ik van in het begin angst voor. En was die angst erg? Durf ik niet zeggen. Ik denk het niet. Ik heb nooit liggen bibberen in mijn bed, bij wijze van spreken. Maar ik was er wel ongerust in. En ik denk ook echt wel dat we
nog een aantal jaren van chaos en van steeds krampachtiger en wanhopiger en ook dwingender pogingen tegemoet gaan om de maatschappij terug onder controle te krijgen volgens de oude principes. Dat denk ik echt wel. En we zien dat het oude wereldbeeld of de oude illusie dat er een maatschappij of dat de mens via rationaliteit de wereld zou kunnen begrijpen, controleren en manipuleren. En ook de maatschappij zou kunnen controleren en manipuleren. Dat beeld aan het wankelen wordt gebracht nu. Maar voor het definitief verdwijnt, zal het nog al zijn macht proberen te ontplooien, denk ik. Ik denk dat dat typisch is. Alles wat op punt staat om te verdwijnen, haalt alles uit de kast. Alles om zichzelf in stand te houden. En ik denk dat we dat nu wel gaan. Ik zou me niet verwonderen als we in die richting evolueren. We zien een alarmerende toename van de zogenaamde surveillance-maatschappijen. We zien steeds meer, letterlijk, camera's geïnstalleerd worden, steeds meer controlemechanismen geïnstalleerd worden. We zien dat de mens op steeds meer punten verantwoording moet afleggen. Dat de vrijheid in de privésfeer ingeperkt wordt, in het bijzonder tijdens de coronacrisis, maar ook al daarvoor. Het was al decennia aan de gang. En Hannah Arendt zei ook van, al eeuwen, Hannah Arendt zei al van, met de val van het nazisme en het stalinisme vallen er twee concrete totalitaire systemen, maar de grondstroom van het totalitarisme stopt niet. Die grondstroom bestaat uit een soort pseudo-wetenschappelijke ideologie die gaat doorgaan, zei ze. En het valt te verwachten, zei ze, dat het volgende totalitaire systeem een wereldwijd totalitair systeem zal zijn dat niet geleid wordt door bendeleiders genre Stalin en Hitler, maar wel door saaie bureaucraten en technocraten. Ik vond dat formidabel, omdat dat inderdaad het soort totalitarisme is dat nu dreigt op te rijzen. Ik denk dat we nog altijd niet dat er nog altijd geen totalitair regime echt de macht gegrepen heeft, maar we zien wel de voorbereidende fasen daarvan met een echt totalitair denken aan het oprijzen. Ik zou daar ook heel detailleerd kunnen op ingaan, maar we zien dat oprijzen. En ik denk dat we daar terzelfde tijd het hoogtepunt en het einde van aan het meemaken zijn. En we zien het soort op controle gerichte ideologie nu zeer snel doorbreekt. En terzelfde tijd zie je overal de barsten en de tekorten erin verschijnen. Dus je ziet dat de act, het gebeuren van het naar voren komen, het op het voorplan komen van de ideologie, hoogstwaarschijnlijk ook meteen zijn verval inluidt. Dat precies doordat het in het daglicht op de voorgrond komt, het ook snel zal aftakelen en plaatsmaken voor iets anders. En in dat opzicht ben ik absoluut positief ingesteld. Ik vind, je ziet al decennia het opkomen van die ideologie, maar je ziet ook al decennia het groeien van het alternatief daarvoor. Je ziet in de wetenschappen hoe steeds duidelijker wordt dat het verstand en de ratio niet in staat is tot volledig begrijpen, dat de maatschappij moet georganiseerd worden vanuit andere vormen van kennen. En ik denk, jij noemde het daarnet gevoel en intuïtie. Ja, je zou dat voor een stukje met die woorden kunnen aanduiden. Ik gebruik meestal andere termen. Ik denk dat de mens op punt staat om te stoppen met het vruchteloos zoeken van het weten in zichzelf en zal zien dat het buiten zichzelf ligt. En ik vind dat voor mezelf niet gemakkelijk om dat precies te zeggen wat ik daarmee bedoel, maar ik kan het toch op een bepaalde manier ook wel een stukje concretiseren. Ik ben hier tijdens de coronacrisis begonnen met een moestuin en ik organiseer die moestuin volgens de principes van de permacultuur. Een soort manier van groenten en vruchten kweken waarbij je de groenten en de vruchten zelf een grote graad van vrijheid toekent. Waarbij je eigenlijk minder alles in de rijen zet. Alle vruchten van dezelfde soort bij elkaar planten, maar waarbij je ze uitplant, zichzelf een stuk laat uitzaaien, het jaar daarna kijkt waar ze terug opschieten, terug groeien en hen daar ook laat groeien en hun eigen plaats laat zoeken. En op die manier ben je eigenlijk op een bepaalde manier een verwonderd toeschouwer van een formidabel proces
dat zich voltrekt. En dat in plaats van dat u toont, waarbij de planten nu zelf tonen waar ze graag staan, in plaats van dat jij vanuit je eigen logische overwegingen bepaalt waar alles moet groeien. Ik vind dat eigenlijk iets formidabels. Ik vind het aanschouwen van hoe er in de natuur een soort weten aanwezig is, waar je dat tot u kan spreken, zonder dat je het zelf stuurt. Ik vind dat op zich een formidabele ervaring en één voorbeeld inderdaad van hoe we als mens veel te veel geneigd zijn om ons eigen weten en onze eigen logica te proberen opleggen aan de wereld, in plaats van te begrijpen dat de dingen en hun eigen wil hebben en hun eigen weten in zich dragen en dat we daar moeten respect voor hebben. Een plant zoekt de plaats waar ze best groeit. Laat haar daar groeien. Dat betekent niet dat je dat de mens niets moet sturen in de natuur. Jawel, de mens moet een stukje sturen. En het menselijke verstand kent een bepaalde plaats. Heeft een bepaald recht van bestaan. Maar het ultieme weten onttrekt zich aan dat verstand. En we moeten dus een soort gezonde balans zoeken, denk ik, tussen de dingen zo goed mogelijk rationeel te proberen doorgronden, maar wel voelen wanneer we de grens bereiken waar het verdere proberen rationaliseren contraproductief, onvruchtbaar en destructief wordt. Dat is de kunst volgens mij. Ons verstand volgen en eerlijk genoeg zijn om te weten van kijk, hier is de grens van dat verstand. Daar stopt het. Dat is waar de grote wetenschappers toen in staat waren. Die waren in staat om niet altijd maar verder aan die illusie ten prooi te vallen dat het verstand nog verder vooruitgang kon brengen. Nee, op een bepaald moment toont het verstand zelf u van hier is mijn grens. Dan moet je toegeven en moet je kunnen overgaan op een andere manier van kennen. Een kennen dat zich buiten jezelf situeert. Het stuk van die plant, over resoneren gesproken, resoneerde enorm met mij, omdat ik dacht, waarom zijn wij anders dan die plant? Jij zegt, laat die plant vrij en laat die plant kijken waar die plant gaat groeien en hoe ze zich met elkaar verhouden en waar die plant omhoog komt het volgende jaar om zijn vruchten af te werpen. Dat is precies wat er nou mist bij de mensheid. Laat de mens het mens zijn. Gewoon afgekaderd, afgestript van alles en weg van alle bullshit en propaganda die ons tot ons wordt gestopt. En dat experiment hebben we volgens mij nog nooit gehad. En is in mijn ogen hetgeen wat precies nodig is om die echte mensheid in de samenleving weer terug te krijgen. Weg van corruptie, weg van dictaturen, totalitarisme, van de hele shebang eigenlijk. Gewoon het echte terug naar de mens zijn. En die plant weer laten groeien waar die heen wil groeien, waar die heen gaat groeien. Ja, inderdaad. Ik herken het, als je het zo formuleert, herken ik het ook wel hoor. Je voelt dat ook bij jezelf. Hè. Je kan jezelf proberen te dwingen in regels en proberen binnen een maatschappelijk ideaalbeeld te wringen. Je te leven zoals de maatschappij wil dat je leeft, enzovoort enzovoort. En in de mate dat je je daarvan kan bevrijden, voel je dat iets in jezelf, dat je niet volledig kan vatten, dat je niet begrijpt, ook richting heeft. Dat iets zoekt. Dat je als je letterlijk, als je rechts naartoe rijdt, dat om een of andere reden dat je een voorkeur kan hebben om die weg te kiezen. Dan wel een andere. En het vermogen om te zeggen van, voilà, ik ga mezelf volgen, ook al begrijp ik niet waarom. Uh-huh. Want ook in onszelf, dat is in iets dat wezenlijk is aan de mens, is dat hij zichzelf niet helemaal begrijpt. En de mens is niet in staat om zichzelf helemaal logisch te begrijpen. Nooit. We blijven altijd tot op bepaalde hoogte een mysterie voor onszelf. We worden altijd geconfronteerd met iets in onszelf dat we niet kunnen vatten. Wat willen we eigenlijk? We hebben daar nooit geen duidelijk antwoord op. Wie ben ik? Ik kan dat nooit definitief beantwoorden. Iets in uzelf blijft ongrijpbaar voor uw verstand. Iets in uzelf blijft vreemd aan uzelf, aan uw eigen verstand. Blijft mysterieus. En hoe minder je in het register van het ego opgeslorpt raakt, hoe minder je bekommerd bent om wat je moet zijn voor een ander, hoe meer ruimte je kan laten voor datgene in jezelf dat je niet begrijpt dat mysterie is voor jezelf. En hoe meer je de vrijheid kan gunnen om te zeggen van ik ga het gewoon volgen. Hè. Het zegt mij nu dit. Mijn eigen ongekende object in mezelf
stuurt me nu die richting uit, ik ga het volgen. En het is vreemd genoeg op dat moment dat we het gevoel hebben dat we meest onszelf zijn. En als we, mm-hmm. als we ons kunnen gehoor geven aan datgene in onszelf, dat we niet begrijpen. Dat we zelf niet begrijpen. Dat is een raar iets, dat is een soort paradox. Want we zijn meest onszelf op het moment dat we meest in harmonie zijn met datgene dat we niet begrijpen aan onszelf. Ja. Dat is, ja. Dat is echt een goeie inderdaad om daarover na te denken. En ook weer essentieel eigenlijk in het hele verhaal. Positief over de toekomst dus, als ik hem zo mag invullen. Ja. Ja, ik ervaar eigenlijk heel vaak deze tijd als een tijd waarin we nog nooit zo snel in de goede richting zijn geëvolueerd. Ik vind het een tijd waarin steeds meer illusies, problematische illusies van de mensheid, doorprikt raken. Ik denk dat dat er nog nooit zoveel mensen geweest zijn, nog eens, die zich vragen stellen bij de verhalen die op de mainstream media gepresenteerd worden. Aan de ene kant valt het nu op dat een groot deel van de mensen zeer blind meegaat in dat verhaal. Maar dat is altijd al zo geweest. Alleen werd het niet zo duidelijk. En terzelfde tijd zie je een andere groep die, voor wie het steeds duidelijker wordt dat het verhaal niet klopt, dat er iets in het verhaal niet klopt. En dat noopt de mens, denk ik, steeds meer mensen tot zich afvragen van, ja, maar ja, als de waarheid niet ligt in het verhaal dat in de maatschappij dominant is, waar moeten we het dan wel zoeken? Ik denk echt, ik geloof dat. Ik geloof dat dat ik heb in mijn aanvoelen zijn er meer en meer mensen die zich fundamentele vragen stellen. Die ook bijvoorbeeld voelen, die eenzijdige nadruk op biologisch welzijn. Het is plots, geven we al onze vrijheden op als mens om een bepaald gevaar, biologisch gevaar, af te wenden. Maar ik denk dat meer en meer mensen voelen dat zo'n denkmodel onhoudbaar is. Hè? Want als je nu al je vrijheden opgeeft om de risico's van het coronavirus in te perken, waarom zouden we ze dan in de toekomst niet opgeven om de risico's van het griepvirus in te perken? Is sterven aan de griep veel minder erg? Als we de cijfers dan nog voor waar zouden aannemen, betekent het dat we dus de moeite vinden om al onze vrijheden op te offeren voor 2 miljoen doden, maar niet voor de 1 miljoen doden die door de griep vallen? We voelen allemaal dat als we diezelfde filosofie aanhouden en doortrekken, dat we voortdurend van lockdown naar lockdown zullen hinderen, dat we straks met 1000 vaccins op een jaar moeten ingeënt worden, dat we nooit meer elkaar zullen mogen aanraken, en zo verder enzovoort. Dat we altijd ons gelaat achter een mondmasker zullen moeten verbergen. Dus ik denk ook dat, hè, dus ook op dat punt, denk ik, is het besef nog nooit zo groot geweest dat het biologisch welzijn niet de prioriteit kan zijn in een mensenleven. Dus terwijl we zien hoe er zich een bepaalde ideologie ontvouwt die biologisch overleven boven alles stelt, wordt het ook steeds duidelijker dat die ideologie onhoudbaar is, denk ik, voor een groeiende groep mensen. Dus we zien terzelfde tijd het volledig naar de voorgrond komen van een bepaalde biologisch-reductionistische wetenschapsideologie en terzelfde tijd als nooit tevoren het in vraag stellen van diezelfde ideologie. En voor mij primeert het tweede. Ik geloof dat het eerste gaat verminderen en in elkaar storten en dat het tweede steeds sterker gaat worden. Dat denk ik echt, ja. Ja. En eigenlijk ook wel gewoon een beetje dat we, want ja, je zegt het biologische verhaal dat niet houdbaar is, maar dat we ons ook wel gaan beseffen dat de biologische kracht tegen verschijnselen als virussen en dergelijke in onszelf ligt. En waar de comfortdrang van de mensen van de afgelopen jaren ons heeft gebracht naar het feit dat we voor alle problemen een oplossing van buitenaf willen proberen te vinden. Hè? Dat we continu artsen hebben die ons met medicijnen volstoppen en dat altijd de oplossing is van ons probleem. Maar volgens mij komen we er ook gaandeweg, hoop ik tenminste, steeds meer achter dat
de comfortdrang van de afgelopen jaren, dat dat eigenlijk een groot onderdeel van het probleem is dat we nu in zitten. De comfortdrang heeft ervoor gezorgd dat we ons laten manipuleren tot het nemen van op z'n zacht gezegd een medisch experiment, omdat we dan weer kunnen gaan vliegen of omdat we dan weer dit kunnen gaan doen, omdat we die comfort willen behouden in plaats van dat we echt de realiteit onder ogen willen zien. We willen een medicijn of we willen een prik voor een eventuele inimini kans op ziek worden van een bepaald virus, in plaats van dat we naar de sportschool gaan, in plaats van dat we het voedsel gaan eten wat jij hier verbouwt in je tuin. Dus niet je genetisch gemanipuleerde rommel die in de supermarkt ligt. Nee, maar dat we echt zelf ergens anders eten gaan halen, wat misschien duurder is, of waardoor we misschien verder moeten rijden, of dat we op de fiets moeten gaan in plaats van met de auto. Over al die dingen die niet comfortabel zijn, die zijn ervoor nodig om jezelf gezond te houden, waardoor je al die externe prikkels niet meer nodig hebt. En ik denk dus, hoop ik, denk dus ook, dat de tegenbeweging die ontstaat van de luie, die luie zucht die we hebben, die zucht naar gemakzucht, zeg maar, dat de tegenbeweging weer is terug naar onszelf keren en weer moeite moeten doen voor bepaalde dingen, maar daarvoor een veel echter en gelukkiger leven voor in de plaats krijgen. Laat ik zeggen dat ik dat hoop, dat de tegenbeweging is die nu aan het ontstaan is eigenlijk. Mm-hmm. Ja, ik denk het ook wel. Ja. Ik denk dat ook. Ik denk dat we onze maatschappij in grote mate gestuurd werd al lang, hè, door een streven naar een soort gemak en genot op korte termijn. Het zoeken naar vormen van geluk die buiten onszelf aanwezig waren. Het een soort rusteloos zoeken van geluk buiten onszelf, inderdaad, op prijs gaan enzovoort. Niet zo. Enfin, ja, het is prettig om de wereld te leren kennen, natuurlijk. Maar toch zie je dat er ook iets, een rusteloosheid in zat. En dat het op een bepaalde manier als de oplossing, dat men er een oplossing in zocht voor een probleem dat eigenlijk enkel in onszelf kan opgelost worden. Of via een soort, op een subjectief niveau kon opgelost worden. Ik denk ook bijvoorbeeld, je noemt ook het proberen vermijden van alle risico's, van via een soort biomedische behandelingen proberen vermijden van alle risico's in het leven. Ik denk dat dat ook een van de grote factoren is in deze crisis. Dat er een soort die speelt, dat op een of andere manier dat we in onze cultuur geen plaats meer kunnen geven aan de dood. Hè. Als de dood iets wordt, een soort absolute duisternis wordt, iets dat ten allen tijde moet vermeden worden, kan je ook maar moeilijk meer leven, denk ik. Hè. Het is pas als je de angst voor de dood binnen bepaalde perken kan houden, dat je ook jezelf een bepaalde vrijheid kan permitteren in het leven. Ik denk, de angst voor de dood zal misschien nooit helemaal verdwijnen. Hoeft misschien ook niet. Maar ze mag nooit zo sterk worden dat we bereid zijn om eigenlijk een leven te leiden dat misschien met minder risico's is, als het al het geval is. Hè. Ik betwijfel dat, maar goed. Hè, waarbij we bepaalde risico's niet hebben, waarbij we ook alle prikkelende schoonheid van het leven overboord moeten gooien. En dus, ik vind wel, dat is een vreemd iets, vind ik, in onze cultuur. Aan de ene kant zien we het leven als een soort zinloos proces. Hè. Ooit is er een oerknal geweest en via een ganse reeks mechanische effecten zijn daar nevels, planeten, uiteindelijk elementaire planten en later organische levensvormen uit ontstaan. En dan tenslotte de mens met een vorm van mentaal bewustzijn. Maar dat alles is te herleiden tot de dode mechanistische interactie tussen elementaire deeltjes. En dus het leven is compleet zinloos, maar terzelfde tijd klampen we ons eraan vast alsof het enige is dat we hebben. En dat is dus een soort paradox. Met als gevolg van inderdaad dat je tot een soort... Durf je die theorie in twijfel te trekken?
Welke theorie? Alles wat je net omschrijft. De oerknal, de evolutietheorie en alles wat daaruit voortkomt. Ik denk dat die theorie een bepaalde greep heeft op bepaalde aspecten van het leven. Maar als je haar in puur mechanistische termen begint te beschouwen, als je werkelijk denkt dat het enige dat speelt in Hans, dat die mensenproces van het zich ontvouwen en ontrollen van de wereld doorheen de tijden, dat je dat kan zien als een soort dode materiële mechanistische interactie tussen deeltjes, dat je dan echt op een dwaalspoor zit. Hè. Er is ontzettend veel meer. En ook dat heeft de wetenschap van de 20e eeuw ons zeer mooi getoond. Hè. Dus alleen al het denkschema waarbij er in het begin van de tijden iets is, waaruit een oerknal, waaruit al de rest voortvloeit, is compleet achterhaald. Hè. Dus de kwantummechanica heeft ons prachtig getoond dat het heden het verleden schept. Dus dat de observatie die nu gebeurt een invloed heeft op... Als je nu een materieel deeltje observeert, dan herteken je door je act van observatie het traject, het historische traject dat deeltje gevolgd heeft. Dus met andere woorden, door nu te observeren, verandert de plaats bijvoorbeeld waar het deeltje een miljard jaar geleden was. Onvoorstelbaar. Hè? Dus dat is zo onvoorstelbaar, ligt zo ver af van onze gewone manier van denken dat we het ons niet kunnen voorstellen bijna. Maar het is wel zo. Hè? Op zijn minst moeten we zeggen, de wetenschap heeft ons aanleiding om zo te denken, hè? Om anders te denken, om een ander schema te hanteren. Dus dat is één iets. Maar ook los daarvan, voor mij nog verder gaan, nog meer verder gaan. Hè? Dus de idee dat je vanuit die initiële mechanistische interacties zou kunnen verklaren wat er daarna tot stand gekomen is. Hè. Welke vormen er ontstaan zijn bijvoorbeeld, welke levensvormen. Ook dat is door de chaostheorie en door de complexe en dynamische systeemtheorie op een prachtige manier achterhaald. Hè. Heeft men getoond van, het zijn de vormen zelf. Hè. De vormen zelf die de deeltjes in een bepaalde dynamiek getrokken hebben. Hè. Dus de vormen bestonden waren voor Hans die mechanistische interacties in het universum. En dan denk ik, ja, dat zou ons zeer ver voeren. Hè. Maar het, in de chaostheorie heb je prachtige voorbeelden die tonen dat het leven en de materie voortdurend in bepaalde vormen gezogen worden. Life sucks order from a sea of disorder, zegt Gleick. Dus er is wel degelijk, en dus er is wel degelijk een soort vormend principe aanwezig in gans die dynamieken van het universum. Dus ik vind dat die theorie over de oerknal, die mechanistische theorie, dat heeft zijn nut gehad en dat heeft een bepaalde vorm van denken geëxpliciteerd of veruitwendigd, ons bewust gemaakt van een bepaalde vorm van denken die in iedere mens wel een stuk leefde, denk ik. Maar we moeten bereid zijn om dat ook weer achter ons te laten. Hè. Dus, je kan het leven en het bestaan daardoor niet herleiden. Nee, en dan wil ik graag even een casus tegen je aanhouden, hoor. Want we hadden het net even over de dood en over die angst en over hoe de angst voor de dood heel veel van dit soort dingen mogelijk maakt. Ik vind het interessant om te denken dan dat, we gaan uit nu van, angst voor de dood is iets wat ons altijd is aangepraat. En waardoor we altijd stuurbaar zijn geweest richting bepaalde dingen. Omdat die angst zo diep gaat. Dat in wezen zo diep in je vezels zit. Dat je daardoor altijd met elke besluit daarmee rekening houdt. Maar die angst voor de dood die komt van zo ontzettend ver terug. En ook inderdaad vanuit die evolutietheorie en vanuit de oerknal. Vanuit alles wat daaruit voortkomt. En dat manifesteert zich nu dus ook weer in de hele situatie. Angst voor wat corona met je doet. Angst voor uiteindelijk de essentie van de angst is doodgaan. En een angst die ik ook altijd heel sterk heb gevoeld. Maar hoe dieper je erin gaat en hoe dieper je in alles gaat graven, is eigenlijk die primitieve angstmechanisme, ligt dat niet ten grondslag van
het gros van de problemen die waar we nu mee te kampen hebben als mensheid. Die primitieve doodsangst voor de dood dus. Ja, ik denk het ook wel. Ik denk dat, dat de dood in deze crisis en bij uitbreiding in het leven de ultieme meester is. Het is afhankelijk van uw verhouding tot de dood, zal uw leven anders zijn. Een van de mooiste ervaringen die er de mens kan te beurt vallen, denk ik, dat is dat hij de angst voor de dood te boven komt. Dat hij die voelt verminderen. Nog eens, volledig verdwijnen is misschien niet gemakkelijk, maar toch, bij momenten wel, denk ik. Bij momenten kan je de angst voor de dood volledig voelen wegvallen, denk ik. En je kan dat zeer theoretisch benaderen. Maar ik ga het benaderen vanuit mijn gewone, doorleefde ervaring, zonder er te proberen een uitleg aan te geven. Voor mij, ik heb echt ervaren dat, naar gelang ik, we hebben er al verschillende keren over gesproken nu, naar gelang ik meer vrede neem met de grenzen van mijn begrijpen en mijn verstand, naarmate ik onbevangener in het leven kan staan en naarmate ik het leven meer als iets beschouw dat ik niet kan begrijpen, iets waarvoor ik mij open moet stellen, naar gelang ik naar de natuur kijk, als iets dat zich voor eeuwig en altijd aan de categorieën van mijn denken zal onttrekken. Dat ik heb echt ervaren dat naarmate ik daar meer toe in staat was, dat ook de angst voor de dood milderde. Anders gezegd, dat ik het gevoel had dat de dood iets was waar je vrede mee kan nemen. Het is de dood heeft veel te maken, denk ik. De dood is iets dat, waarvoor de woorden ons ontbreken om het te vatten en om het te denken. En de dood is typisch iets wat we ons moeilijk kunnen voorstellen. Wat we een soort op symbolisch vlak een duister gat. Iets van ja. Waar we maar in het beste geval, waar we niet logisch over kunnen nadenken. En in dat opzicht is het misschien ook niet vreemd dat we de logica moeten kunnen loslaten, een rationeel begrip moeten kunnen loslaten om in harmonie te komen met de dood. En nu ik dat zo vertel, lijkt het mij plots steekhoudend. Dat je zegt van inderdaad, dat is typisch. De dood is typisch iets dat we niet logisch kunnen begrijpen. Waar we het enige dat we erover kunnen zeggen is van we weten niet wat het is om dood te zijn. Want als je dood bent, kan je niet meer in dat leven getuigen van het dood zijn. Dus we weten niet, we kunnen niet begrijpen wat het is om dood te zijn. En net doordat de dood iets allogisch is, komen we er ook maar in harmonie mee en in het reinen mee als we ons smachten naar logica achterwege laten. Ik denk dat dat ongeveer dat een manier is om het te begrijpen. Maar ik heb het echt, ik heb het nooit. Ik heb het gewoon ervaren. Ik heb ervaren van, naar gelang ik de dwang en de obsessie om logisch te begrijpen meer kon loslaten, naar gelang ze van mij afviel, naar gelang ik minder die sluier van mijn eigen logica over mijn ogen trok om naar de wereld te kijken, dat ik ook op een merkwaardige manier vrede kon nemen met de dood en met het besef dat het leven, dat ik ook zou sterven. Ik heb het ook zeer sterk ervaren door op een bepaald moment zelf dieren te kweken. En ik ga niet in detail treden, maar ik slacht die dieren soms zelf. En ook dat was ook zo'n punt. Bij mij was het meer vanuit een soort ethische noodzaak. Van het gevoel van, als je een dier zelf opgekweekt hebt, dan moet je de moed hebben om het zelf te sterven, zelf te slachten en ook om de verantwoordelijkheid ervoor te nemen. Dat dat pijnloos gebeurt, goed gebeurt, dat dier een waardige dood sterft. En eigenlijk viel het mij op dat
dat was ook eigenlijk een vorm van... Ja, een stap in de richting van zelfvoorzienendheid, maar ook een stap in de richting van een bepaalde ethische verantwoordelijkheid nemen. En ik heb ook ondervonden dat het enige dat die ervaring van het doden van een onschuldig dier, een dier dat je ook graag ziet, draagbaar maakt, dat is eigenlijk het besef dat je zelf zal sterven. Is het besef van, jij sterft nu om mij te voeden, maar ik kom je achterna. Ooit ga mijn leven stoppen, is dat mijn beurt. En dan betaal ik, ja, moet je het zo zien, een stuk de schuld terug, ten aanzien van, of geef ik terug wat ik genomen heb van al het andere leven op aarde. De dood is iets dat, is een grootheid die noodzakelijk is, om de vergelijkingen van het leven in evenwicht te houden, denk ik. Zonder de dood klopt het niet. Hè. Ook dat is zoiets. Hè, van aan de ene kant heb je de gelimiteerdheid van het verstand, maar ook een soort ethische consequentheid. Is typisch ook iets, denk ik, dat de dood draaglijk maakt. Dat u zelf doet beseffen dat de dood gewoon bij het leven hoort. Dat er geen harmonie in het leven kan zijn zonder de ervaring van de dood, zonder het gegeven van de dood. Het is voor mij ook iets wat de dood is ook een again, wat ik net zei, het is ook iets waar ik veel moeite heb gehad door de jaren heen, maar nu ik er zo diep in begin te duiken en begin te kijken naar hoe dat allemaal loopt, dus het is zo vaak misbruikt om angst te zaaien. Want het is in ieder geval, nou laten we even uit van de periode dat we allemaal veel geloofden in een bepaalde god, of dat nou Allah, of dat nou dit, maakt niet uit welk geloof het was, is de dood altijd gebruikt als manipulatiemiddel. Van je moet je op deze en deze manier gedragen, want anders gaat er wat gebeuren op het moment dat je doodgaat. Nou, en op een gegeven moment zijn we... Dus voor mij is toen al een beetje het ding in leven geroepen van, oké, door bepaalde mensen die er belangen bij hebben, je moet op deze en deze manier leven. En als je dat dan niet doet, dan heb je een nare dood als consequentie. Nou, op een gegeven moment zijn we daarvan losgeweekt en zijn we richting het atheïsme getrokken. En toen, nou ja, werd de dood helemaal iets ongrijpbaars en iets nutteloos. En werd dan de staat daarvoor in de plaats geroepen en de wetenschap en zo. En maar voor mij is de conclusie een beetje begin te trekken, of het idee waar ik mee begin te spelen, is dat die dood vanuit de geschiedenis en vanuit niet de geschiedenis per se in de boeken, maar wat verder gaat dan dat, is dat de dood altijd is gebruikt als iets negatiefs en als een soort van bijna pressie of chantagemiddel om het volk een bepaalde richting op te duwen. Wat nu in een soort van mega-eindstadium terechtkomt. En een soort van endgame terechtkomt van de ultieme angst voor de dood. Of eigenlijk misschien wel juist de tegenbeweging, het positieve ervan inzien, wat het dan ook mogen zijn. Dat we dat mogen ontdekken, mogen herontdekken weer door onze oude denkbeelden los te laten. En dat je toch echt tot de core, tot de essentie van het verhaal komt. Dus dat is misschien wel inderdaad de dood of wat dat mogen inhouden. En dat dat nu in een soort van mega ontknoping of zo terechtkomt. En we inderdaad weer terug mogen keren tot het mens zijn. En het weer mogen omarmen wat het mogen betekenen om dood te gaan. Als mega, mega tegenhang, tegenbeweging van die transhumanistische agenda die er nu speelt. Hoe complotterig je het ook wil brengen. Maar weet je, met alle technologieën en zo gaan we natuurlijk steeds meer richting dat transhumane. En dat die tegenbeweging dus ver weg van de dood. Doodgaan mag niet meer. Met chips en whatever erbij komt kijken. En weet je, de leiders van onze wereldinstanties zijn er openlijk over. En dat die tegenbeweging dus juist weer eentje is die dood omarmt. Wat dat ook mogen zijn. Om weer op zoek te gaan naar het doel van het leven. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat binnen een bepaalde wetenschappelijk geïnspireerde ideologieën gelooft men dat de wetenschap en mechanistische en technologische manipulatie het ultieme probleem zal oplossen. Inderdaad, het sterven, de sterfelijkheid van de mens.
Ik denk dat uitdrukkelijk niet. Ik denk dat, dat een absolute illusie is. Een illusie die tot radicale ontmenselijking zal leiden als we niet oppassen. Als je de mens is zo intrinsiek een problematisch wezen, dat als je de problemen wil wegnemen van de mens, hij ophoudt met mens te zijn. Je kan alleen maar het problematische karakter van het mens zijn opheffen door hem te ontmenselijken. De mens is typisch een wezen dat altijd, waar er altijd iets aan ontbreekt. En dat is onvermijdelijk. En als mens zijn we altijd op zoek. We hebben altijd het gevoel dat er iets in onszelf ontbreekt. En je kan dat verbinden aan de structuur van de menselijke taal. En de mens probeert altijd, kan niet anders, hè, dan in woorden te proberen vatten wie hij moet zijn, wie hij is, wie hij wil zijn, enzovoorts. Maar ik krijg die woorden van een ander. En om een woord te begrijpen en te definiëren, heeft hij altijd een ander woord nodig. Maar om dat andere woord te definiëren, heeft hij weer een nieuw woord nodig. Dus iets in de structuur van de menselijke taal zorgt dat er een eeuwige verschuiving, een eindeloze verschuiving in zit. Dat hij altijd nieuwe woorden nodig heeft om te begrijpen wat de andere woorden betekenen. In het bijzonder met betrekking tot die ultieme vraag, wie ben ik, wat moet ik zijn, wat wil ik zijn? Dus, dieren hebben dat niet. Dierlijke tekensystemen verwijzen niet naar andere... In een dierlijk tekensysteem verwijst een teken niet naar een ander teken. Een teken verwijst naar iets in de realiteit en er is een eenduidige relatie tussen, of een quasi-eenduidige relatie. Een schreeuw verwijst naar gevaar, een andere schreeuw verwijst naar seksuele opwinding, enzovoort. Bij de mensen is dat niet zo. Een symbool, een teken, verwijst... het ene symbool verwijst in de eerste plaats naar een ander symbool. Je hebt altijd nieuwe symbolen nodig om de symbolen te duiden. Dus, en op die manier is de mens voortdurend op zoek naar wie ben ik. Hij ontbreekt altijd iets. En dat is, je zal nooit een dier zien zitten piekeren op een bank en zich afvragen wie het is. En dat is het wezenlijke van de menselijke ervaring, is dat er een gebrek aan weten is. En dus we denken dat de mens gekenmerkt wordt door een veel groter weten dan dieren. Maar eigenlijk wordt hij primair gekenmerkt doordat hij in tegenstelling tot dieren voortdurend op een gebrek aan weten stuit. Er is altijd iets dat ontbreekt en dat hij niet weet. En daarom, in een soort reactie op dat ontbreken, heeft hij alle grote culturele producten geschapen. De kunst, de religie, waren allemaal op hun manier een creatief antwoord op het ontbreken van een weten. En die producten, als hij zich daarin over heeft, of ergens daarin, vindt hij zijn diepste menselijkheid en ultiem, als je daar ver genoeg in gaat, ook een echt gevoel van existentie, van voilà, dat is het om mens te zijn. Ja. En bepaalde soorten maatschappelijke ideologieën leven in de illusie dat tekort aan weten, dat gebrek aan weten, dat definitief ophefbaar is, dat je daar dus... dat er een definitieve oplossing voor bestaat. En mocht men precies in het proberen wringen van de mens in een leven zonder tekort, in het proberen opheffen van de tekorten die eigen zijn aan het menselijke bestaan, ontmenselijk men de mens. En dat is een zeer typisch iets. En inderdaad het transhumanisme met de waanidee dat een soort technologische aanpassing van de mens hem van zijn menselijke limieten zou kunnen verlossen. Is een enorme bedreiging voor de menselijkheid. Hè? Voor de mensheid. Dat is, ja. Het beginsel is dat je ontkent de limieten van de mens door te denken dat je het moet uitbreiden door technologische ontwikkelingen. Mm. Ik heb het idee steeds meer dat we hebben nog niet eens een percentage ontdekt van de potentie van de mens, van waar we echt toe in staat zijn. Mm. Het niet weten wat die potentie is, vullen we dan op met technologische ontwikkelingen en enhancements en zo. Terwijl, als we een keer terugkeren naar wat we zijn, dan kom je denk ik pas echt achter de potentie van waar we echt toe in staat zijn als mens. Ja, inderdaad. Het zeer vreemd, maar de mens kan zijn existentiële tekort maar te boven komen door het te aanvaarden. En we zitten daar weer op die paradox. Oh. Je komt het tekort maar te boven door het te aanvaarden. En dat is wat ik bedoelde. Op het moment dat je je tekort aan kennen en het tekort van je ratio begint te aanvaarden, begin je te resoneren met je omgeving. Dan begin je werkelijk
als mens te bestaan. En dan, denk ik, opent er zich een deur naar een soort menselijke vermogens een nieuwe soort menselijke vermogens. Die op veel gebieden een meerwaarde, een poëtische meerwaarde, op alle soorten vlakken een meerwaarde zullen realiseren. Maar ik denk inderdaad, er zit daar iets paradoxaals in, denk ik. Het is door het aanvaarden van het tekort dat je te boven kan komen als mens. Ik vind het een perfecte afsluiter. Mag ik jou meer dan vriendelijk bedanken voor de gastvrijheid, voor de heerlijke wijn hier en voor het mega goede gesprek. Ja. Het is zeer graag gedaan en mijn dank gaat ook naar u uit. Ik ben altijd dankbaar als iemand mij de kans geeft om te spreken. De woorden komen niet zonder dat er iemand is die ze wil horen. En het is wederzijds. En volgens mij hebben we in mijn ogen een groot deel van de essentie van het hele verhaal aangereikt. Dus ik hoop dat het mensen mag inspireren. Lieve vrienden, ik sluit hem net eigenlijk met deze woorden af, maar ook voor jullie. Ik hoop dat jullie mag inspireren. Ik hoop dat jullie geïnspireerd heeft. Mag dat zo zijn, vind je het tof wat we hier gemaakt hebben? Ga even naar mijn website www.joluca.com. Doneer daar om te zorgen zodat we dit vooral vaker kunnen blijven doen. Vond je het tof? Deel de video met je vrienden. Like hem en deel hem ook op je social media. En zo verspreiden we het woord. David, ik wil ook jou weer even bedanken, man, voor je altijd de bijdrage en voor je harde werk, man. Zonder jou is het niet mogelijk. Hij tikt even op de camera. Thanks, man. Matthias, dank je again, man. Ik hoop dat we elkaar snel weer een keertje gaan spreken. En dan, jongens, tot snel. Ciao.